Thanks. Dames en heren, goedenavond, welkom. Mijn naam is Niels Heidhuis, u kent mij wellicht van de radio. BNR Nieuwsradio heb ik gewerkt. Dit is een discussieavond waar we hopelijk behoorlijk de diepte ingaan, politiek-filosofisch. Dit is de opzet. We introduceren zometeen de drie sprekers van vanavond. U zult zeggen, er zouden er toch vier komen, inderdaad. Han ten Broeke van de VVD, die heeft op het allerlaatste moment moeten afzeggen, omdat hij in de Tweede Kamer moet blijven. Daar wordt hoogspel gespeeld rondom ProRail. Wellicht stemmingen aan het eind van de avond, want hij heeft dat niet in zijn portefeuille, maar hij moet dus wel in de Tweede Kamer blijven. Wellicht dat hij straks op een virtuele manier toch nog bij ons is. Als u nu denkt, we hadden die begenadigd liberaal spreker toch willen horen, nu ga ik weg, dan kan dat uiteraard. Staat u ook vrij om straks na die sprekers volop deel te nemen aan de discussie en zelf uw liberale geluid te laten horen. Dan brengen we de avond toch nog even in balans. En het gaat ook vooral om de diagnose van wat er mis is bij de sociaaldemocraten. Ik zeg dat omdat initiator van het debat, Thijs Berman, parallel hieraan een serie interviews doet verschijnen op zijn website, waarin hij op zoek gaat naar, naar de probleemanalyse. Het lijkt er een beetje op dat de sociaaldemocraten zich tot aan deze crisis de kaas van het brood hebben laten eten. En nu heel moeilijk nog een sociaaldemocratisch antwoord kunnen formuleren op de problemen die er zijn. Omdat iedereen denkt, we zitten in een neoliberaal uitgangspunt overal, met alle, eigenlijk in de hele politiek. Dus het is heel moeilijk om daar met een ouderwets linksgeluid tussen te komen. Goed, die diagnose die krijgen we straks uitgebreid. Daarna wil ik heel graag de discussie leiden. Laten we dat ook doen met een blokje diagnose en dan langzaam verder naar de toekomst. En wellicht kunnen we aan het einde horen hoe realistisch dat is, waarbij we focussen op de economische politiek en het sociaal beleid. Dus als we het een beetje ordenen, dan bundelen we ook uw vragen, uw opmerkingen. Hij is hier dus vanavond niet. Hij zou overigens ook spreken, en dat doet hij wellicht straks dan nog telefonisch, op persoonlijke titel. Dus dat zal dan zijn als politicoloog, want hij heeft Europese zaken niet meer in zijn pakket, Han ten Broeke. Maar hij wilde wel wat over zeggen. En dan hebben we vandaag ook de gast Kathleen van Brimpt. Zij is sociaaldemocraat uit Vlaanderen. Ja, in het midden alsjeblieft. Overigens, de positie op het podium zegt weer niets over de politieke plek. Hè? In Vlaanderen heette ze SPA. Zij nam in 2001 al in een bijdrage aan een boek over links-liberale samenwerking afstand van de echt pure liberale gedachten. Niet alleen omdat het om welvaartcreatie zou moeten gaan, maar zij zegt ook bij de manier waarop je die welvaart creëert, die is essentieel. De kwaliteit van het leven en de ecologische duurzaamheid van onze economische keuze staan centraal. Anders dan bij de echte liberalen. Citeer ik dat correct? U staat daar nog steeds achter? Absoluut. Het is al meer een tijdje. Meer dan ooit. En zij zit in het Europees Parlement. Dan hebben we ook hier onder ons Philippe Lamberts. Hij is een Waal. Een Brusselaar. Oef. Laten we die strijd alsjeblieft niet hier in de zaal halen. Maar speciaal voor u spreekt hij vanavond ook prachtig Vlaams. Hij is ook lid van het Europarlement overigens en partijvoorzitter van de Europese Groenen Ecolo. Dat is eigenlijk een hele mooie naam voor een groene partij. U zult ongetwijfeld vanavond, want we hebben naar goed journalistiek gebruik even een voorgesprekje gevoerd. En daarin gaf u al aan, het zou mooi zijn als wij als Groenen meer met de Sociaaldemocraten zouden kunnen samenwerken in het Europarlement. Anders zal het nooit lukken, hè? Anders zal het nooit lukken. Als wij de zwarte punt van de Europese politiek willen doen bewegen, het is alleen maar samen dat we het kunnen doen. Precies. Dus Berlijn september, hè? Dat moet lukken. Oké, dus Berlijn september. En een analyse natuurlijk ook van de problemen bij uw broeders van de sociaaldemocratie. Want dat is precies wat Thijs Berman graag wil horen. Thijs, kom erbij. Je bent inderdaad begonnen met die interviewserie. Thijs Berman, de delegatieleider van de PvdA in het Europarlement, dus van het Nederlandse smaldeel. Trap alsjeblieft af met de hoogtepunten uit die interviewserie, want bent u daar iets wijzer geworden? Nou, dat waren zeer interessante gesprekken, ja. Ik heb daar een praatje voorbereid. Zal ik die kant op lopen? Dat mag ook. Goed. Ja, want anders het praatje vasthouden is misschien een beetje moeilijk. Nou ja, het kan wel, maar...
En weet je, je zit als sociaal-democraat zo gevangen. Niet alleen in het Europees Parlement, maar eigenlijk in heel Europa. Want we hebben allemaal ingestemd met strenge begrotingsregels. Wij hebben allemaal ingestemd, nu dan wij, PvdA, met een regeerakkoord. En dat maakt onze speelruimte zo klein. Dat maakt ook onze speelruimte in het denken zo klein. Hoe kom je uit die crisis? Eigenlijk zeggen alle socialisten, ja, maar je zult toch wel een financieel gezond beleid moeten voeren. Dat maakt het lastig. En dan roepen wij wel, ja, maar je moet investeren in werk en groei. En dat is een mantra van de sociaaldemocraten, growth and jobs. Maar wat is dat dan? En hoe breng je de financiële markten onder controle? En nou ja, rond dat soort vragen heb ik een paar gesprekken gevoerd, een heel stellend, een tiental zeg maar, met mensen als Hans Achterhuis, Paul Kalma, Monika Sie van de Jarde Beckman Stichting, Kathleen van Bremt die daar zit, en nog een stel. En dat is bloedig interessant. Paul de Grauwe, econoom, die een warm pleidooi houdt voor euro-obligaties, dus gezamenlijk maken van de schulden van Europa, omdat hij zegt dat is de enige methode om die financiële markten het onmogelijk te maken, om te speculeren, de ene lidstaat tegen de andere uit te spelen. Die macht moet je hen ontnemen. Euro-obligaties zijn daar een antwoord op. En eigenlijk een progressief antwoord. Want je moet die financiële markten onder controle brengen. Monika Sie die zich stoort aan de verdeeldheid onder de sociaaldemocraten. Het gebrek aan daadkracht. Onze ideologische verwarring waar we in zitten. Ons Achterhuis die een prachtige vergelijking maakt. Die zegt, ja, die financiële markten, we hebben de afgelopen jaren sinds 2008 stapje voor stapje geprobeerd ze onder controle te brengen. En het is net als bij de Minotaurus. Je zendt scheepslading na scheepslading jonge mensen ten offer aan de Minotaurus en steeds breng je hem niet tot rust. Er moet op een dag toch een Theseus opstaan die deze Minotaurus ter dood brengt. En die Theseus zou dan dus een krachtig sociaal-democratisch antwoord moeten zijn waarin we eens en voor altijd die liberale financiële markten beteugelen. Nou, zover zijn we nog niet. Ondanks allerlei maatregelen die zijn genomen, dat zijn er echt heel veel. Toekomst van de Europese Unie, naar mijn smaak, want daar gingen we het toch over hebben vanavond. En een sociaal-democratische toekomst, dat mij betreft niet zonder een sociaal Europa. Als je ziet dat in de bezuinigingsrondes die we over ons heen laten trekken, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, er niet aan ontkomen om ook harde maatregelen te nemen in de sociale zekerheid. Als je ziet dat in landen als Griekenland en Spanje die sociale werkelijkheid keihard is geworden inmiddels, waar de gezondheidszorg met name in Griekenland dramatisch is voor mensen die langdurig werkloos zijn. Ik sprak in Athene met een paar weken geleden met iemand die borstkanker had en 4 van de 5 medicijnen niet kon betalen. Want het viel nu eenmaal niet meer in haar pakketje. Ze zei over 2 jaar zal ik er wel niet meer zijn. Nou, zo hard is het dus op dit moment. Als je die sociale rechten niet versterkt, verlies je elke grond voor de Europese samenwerking. Ik denk dat het een absolute voorwaarde is dat je daar iets aan doet. Dat je die mensen hoop geeft, een toekomst in de Europese Unie die hun rechten beschermt in plaats van ze aantast en op een dramatische wijze zoals ik net zei. Dat kan niet zonder dat je die financiële markten verder onder controle brengt. Dat kan niet zonder dat je belastingvlucht en ontduiking, wat nu opeens zo in het nieuws is, maar al jaren een schandaal is. Het kan niet zonder dat je dat aanpakt als de meeste grote ondernemingen van Portugal hun belasting daar niet betalen en schuldeloos, straffeloos, belastingloos uit Nederland kunnen exporteren naar de Caymaneilanden, dan kost dat de Portugese staat miljarden per jaar. Dat is een schandaal. Nederland, belastingparadijs, dat moet stoppen, ook al levert het ons een klein beetje geld op. We moeten dat wel durven zeggen. Wat is Europa dan? Een sociaal Europa, ja zeker, maar toch ook vooral een Europa gebaseerd op waarden. Ik doe zelf ontwikkelingssamenwerking. Ik vind dat Europa er moet zijn voor gelijke rechten, gelijke kansen voor elke wereldburger binnen de Europese Unie. En dan maak ik me zorgen. Vanmiddag hadden we een discussie met Kirsten Meijer, die hier vooraan zit, internationaal secretaris van de PvdA, waarin Kirsten zei, realiseer je dat Jobbik, de ultra-rechts in Hongarije, het aantal Joden heeft geteld in het parlement? Dat is dus nu weer gaande. Daar moeten wij een antwoord op hebben. Dat antwoord kan alleen zijn gelijke rechten, gelijke kansen voor iedereen, binnen Europa en ook daarbuiten. Dat moet de unieke rol zijn van de Europese Unie. De Chinezen zullen dat niet voor ons doen en die hebben veel meer stem gekregen dan vroeger
op het wereldtoneel. Dus in India precies hetzelfde. Dus die unieke rol van Europa raakt eigenlijk een beetje in verdrukking in dat grote concert waarin we steeds kleiner zijn en anderen steeds groter. Universele waarden, universele rechten van mensen zullen wij moeten verdedigen binnen en buiten Europa. Dat is dan wat mij betreft de ziel van Europa en daarvoor kun je staan. Dat vraagt ook om een andere meerderheid in 2014 bij de Europese verkiezingen, want met dit rechts-Europese parlement bereik je daarin toch net onvoldoende. Vooral op het stuk van de sociale rechten. En dat zie ik als een opdracht voor onze partij in 2014. Dankjewel. Meneer Berman. Ja. Even kort, ambtshalve een vraag. Of mocht er nu al meteen een vraag zijn uit de zaal, want dan kan dat ook heel kort. Mm-hmm. Maar als u zegt, ja, wij zitten eigenlijk klem, want we doen in heel veel landen doen we mee aan de regering. En tegelijkertijd moeten we daar ons daarbij committeren aan afspraken die totaal niet sociaal-democratisch zijn. Waarom doet u dan mee aan al die regeringen? Ja, dat moet je aan de kiezers vragen. Die moeten wel zorgen voor meerderheden. Nou ja, kom. Er zijn natuurlijk meerderheden zat als je maar wil. Je kunt ook zeggen, we doen hier niet aan mee. Nee, maar als we de absolute meerderheid hebben, dan doen we het allemaal anders. Dat is geen antwoord op de vraag. Meneer Niels, daar is een probleem. Als een verkiezing iets oplevert waar alleen een coalitieregering uit voort kan komen. Het CDA doet uiteindelijk altijd mee. Dus dat verantwoordelijkheidsbesef is niet een voldoende argument om overal maar aan mee te doen. Nee, ik betwijfel dat enorm. De CDA had nooit met de SP geregeerd. Dat weten we niet, dat is niet uitgezocht. Maar het geldt dus voor al die landen. Was geen enkele meerderheid te vinden zonder de sociaaldemocraten. Die zich vervolgens dan dus, u zegt het zelf, aan afspraken committeren die niet uit te leggen zijn. Ja, en in Frankrijk zijn de socialisten aan de macht zonder dat ze een coalitie hoeven te vormen. Ja. Want zo is die verkiezings dat systematiek daar, het kiesstelsel is zo. En ook die socialisten erkennen dat je de schuldenlast moet terugdringen. Het is niet links om eindeloos veel rente te betalen aan de grote banken van de schuldenlast die jij als staat hebt. Dat is even zoveel geld minder voor gezondheidszorg, onderwijs en andere dingen. Dus daar heb je verder niks aan. Je zult daar iets aan moeten doen. Alleen, ik denk zelf dat nu wel de grens is bereikt van wat je redelijk mag achten aan bezuinigingen. Goed. Verder moet je niet gaan. We zullen straks zien of Jeroen Dijsselbloem dat ook zo ziet. Want die moet dat dan waarschijnlijk gaan hardmaken. Ik begrijp dat jij Hand en Broeke. Sorry, ik zeg even jij, dat komt omdat we iets te veel hebben gesproken misschien. U heeft Hand en Broeke in de binnenzak. Oh! Ja. We halen er even bij. Het zit namelijk zo, Hand en Broeke, ik zei het net al, zou hier zijn om ook zijn analyse te geven. Een van de sprekers in de interviewserie zegt ook, eigenlijk moet je heel veel respect hebben voor hoe de liberalen hun machtsovername hebben voorbereid. He, die zijn de mensen rondom de liberale denker Hayek, die zijn sinds de Tweede Wereldoorlog bezig om hun plan klaar te zetten. Die zijn stug tegen de stroom in doorgegaan, jaren 60, 70. Ik ga je voor de zaal zetten. En nu is het heel moeilijk om er nog tussen te komen. Er komt er een microfoon bij, hè? En ik geef jou aan Niels, en die gaat nu met jou in gesprek. Moet je al stemmen? Volgens jou nog niet. Oké, dan hebben we nog even tijd. Zet hem op de speaker. Dat moet jij even doen. Nee, dan moet jij de microfoon bijzetten. Nee, maar het moet even het luidspreken. Zo. Niels. Ja, ook goedenavond aan de zaal, denk ik, Han ten Broeke. Ja, goedenavond allemaal daar. Is dit te verstaan? Ja. U bent te verstaan. Ik heb al uitgelegd waarom u er niet bij bent. U houdt de minister uit de wind, begrijp ik, de VVD-minister? Die hebben er juist bij gevraagd, heb ik begrepen. Althans, een aantal collega's van mij die het debat hebben gevoerd. Dus er zitten nu een minister en een staatssecretaris in vak K. En of dat vanavond nog spannend wordt, moeten we even afwachten. Ja, er kan een motie van wantrouwen komen en dan moet u tegenstemmen. Zonder lastenvruggespraak natuurlijk. Voorstemmen, ja. Ja, niet voorstemmen, nee. Waar het vanavond om gaat is natuurlijk, dit is net radio, hè? Als iemand niet kan komen, bel je hem gewoon even. Dat gaat heel goed. Ik vind het heel leuk. Kwaliteit is beter dan BNR, valt me op. De kwaliteit? Ja, dat vond ik op een gegeven moment ook. Daarom ben ik nu hier. Vanavond gaat het over Europa en de rol van de sociaaldemocraten in het oplossen van de crisis. Wat zijn daarbij uw gedachten? Nou, gewoon even random. De klassieke partijen, dat geldt voor liberalen, dat geldt voor christendemocraten en dat geldt dus ook voor de sociaaldemocraten, hebben een onvoorstelbare dreun te verwerken gehad bij het referendum in 2005. Thijs Berman en ik gaan al ietsje langer terug, al vanaf 2004, en we hebben dat allemaal ongeveer op de voet kunnen meemaken.
En volgens mij is het heel bepalend hoe je omgaat met de uitspraak van het Nederlandse bevolking op dat referendum. En die uitspraak was helder. Die zei namelijk dat de Nederlandse bevolking vond dat Europa te veel, te snel, te duur en vooral over ons en zonder ons ging besluiten. Ja, en iedereen die die feiten blijft ontkennen of die van mening is dat de bevolking ongelijk heeft, die heeft nog steeds moeite om een adequaat antwoord te formuleren. En soms heb ik bij de Partij van de Arbeid het gevoel dat dat nog niet helemaal is ingedaald. Alleen niet alle kiezers hebben die mening natuurlijk. En die zullen ook misschien wel overtuigd kunnen worden door een partij die de leiding neemt in plaats van alleen maar naar de kiezers luistert vooraf. Ja, dat ben ik heel erg met u eens. En vooral in het Europa-debat is het van uitermate groot belang dat je niet alleen maar je oor te luisteren legt, maar vooral niet je oren laat hangen. En er zijn populistische partijen die gewoon bij wijze van spreken pagina 3 van de Telegraaf openslaan. Even kijken wat 95% van het taartpunt zegt en dan hun mening bepalen. Dat is heel makkelijk. Helaas geeft Europa daar ook heel vaak aanleiding toe om er tegen te zijn, om er ontevreden over te zijn. Maar dat is niet wat ik bedoel. En dat is ook niet wat volgens mij een groot deel van de Nederlandse bevolking tot uitdrukking heeft weten te brengen in 2005. En wat nog steeds het onderliggende sentiment is. En in mijn ogen is dat sentiment dat men niet tegen Europa is, niet tegen ons lidmaatschap is, ook de voordelen van de samenwerking nog steeds ziet, maar men af wil van het oude verhaal dat Europa moet, of dat het door de strot gedrukt moet worden, of dat het altijd alleen maar voordelen oplevert. Maar je zou het ook om kunnen draaien, hè? We hebben daar straks eventueel nog een stelling over, dat je zou ook kunnen zeggen, zolang mensen niet begrijpen wat Europa voor hen doet in deze crisis, en het alleen maar bezuinigingen oplevert, neemt de steun verder af. Dus dat zou juist pleiten voor een meer sociaal Europa, waar de mensen van zeggen, goh, leuk, ik heb nog eens wat aan Brussel. Ja, dat zou misschien voor Thijs en voor anderen die de sociaaldemocratie een warm hart toedragen in deze zaal een heel geruststellend antwoord zijn, maar ik vrees dat het antwoord een ander antwoord is. Kijk, waar Europa in wezen om gaat en altijd om heeft gedraaid en weer om zou moeten gaan draaien, want dat is de kern van het verhaal, is dat Europa moet gaan om 1. welvaart. En dat levert uiteindelijk ook de mogelijkheid op om een sociale zekerheid overeind te houden. 2. om vrijheden. En 3. om veiligheid. En die laatste dimensie is er eigenlijk de afgelopen jaren vooral aan toegevoegd, vanaf het verdrag van Lissabon zou je kunnen zeggen, misschien al bij Maastricht is dat begonnen. Maar een sociale dimensie, dat klinkt aardig, maar die is er in mijn ogen maar heel mondjesmaat. Ja, dat begrijp ik, maar waarom? Want het zou toch voor sommige kiezers heel prettig zijn, toch? Het is altijd prettig om in Europa een mogelijkheid te zien om je eigen sociale zekerheid overeind te houden. De Fransen hebben heel nadrukkelijk in 2005 ook nee gestemd, maar op een hele andere reden dan onder Nederlanders. De Fransen dachten op die manier in Fort Europa de globalisering buiten de deur te kunnen houden. Bij de Nederlanders heeft het de achtergronden gehad die ik net schetste. Te veel, te duur, te snel, te groot en over ons en zonder ons. Maar de sociale dimensie wordt door sociaaldemocraten, what's in the word zou ik bijna willen zeggen, zwaar overdreven. En daarom komen ze ook voortdurend van de koude kermis thuis. Wat dat betreft wilt u misschien nog wat meegeven aan Thijs Berman? In zaken relaxedheid? In alle relaxedheid hoef ik natuurlijk aan Thijs helemaal niets mee te geven. Of aan Kathleen of al anderen die daar op dit moment verzameld zijn. Maar ik denk dat ze moeten beginnen met zich te realiseren dat het met name een goed functionerende interne markt is die maakt dat we onze welvaart, dus het verdienmodel van Europa, in de wereld overeind kunnen houden. En die welvaart zal moeten toenemen. Dat groeimodel, dat moet worden aangewakkerd. En dat zouden we kunnen doen door bijvoorbeeld de dienstenrichtlijn nu eens eindelijk over te nemen. In Duitsland heeft men dat nog steeds niet gedaan. Ja, dus ook een vrije markt voor diensten. Zeker, 70% van onze economie is daarvan afhankelijk. Ja, en dan hoor je toch allerlei spastische geluiden van de kant van de Partij van de Arbeid en de Sociaaldemocratie. En dat is jammer, want dit is nou een van die drijvende krachten achter de interne markt die we nog onderontwikkeld hebben gelaten. En op dat moment kan Europa ook weer overtuigen in de ogen van mensen die dat samenwerkingsverband niet elke dag zien zitten. Goed. Als u het goed vindt, neem ik vanaf hier waar nodig uw rol over. Ik discussiëren via de GSM. Ik heb enige liberale sympathie niet kon zeggen, maar als u in die geest zou kunnen handelen, is mij dat een zeer denkbaar. Hartelijk dank en succes met tegen de motie van wantrouwen stemmen.
Ja, dank u wel. Stabiel bestuur voor alles. Ja, dat gaat lukken, denk ik. Ja. Oké, tot ziens. Prettige avond. Ik wens u en met name Thijs Berman vanavond ook heel veel succes. Thijs, je weet, ik heb het beste met jou voor en ook met jouw beweging. Uiteindelijk zijn wij loten aan dezelfde stam, alleen een andere kant op gegroeid. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Heel goed. Hand en broeken met een onvervroren liberaal geluid. Thijs Berman, u wilt meteen wat zeggen, begrijp ik. Ja, je brandt natuurlijk als iemand zulke dingen zegt. Ja. Maar ik vind dat nu de tijd is om aan Kathleen en aan Philippe het woord te geven. Nou, die zullen daar ook meteen op in kunnen haken, denk ik. Ja. Kathleen van Brent, aan u de floor. Ja, dank je. Het is een goede aanleiding om een aantal dingen te zeggen die ik met jullie zou... Lukt dat? Ja, oké. Okay. Je moet stilzitten, denk ik. Ja, voilà. Dat kan toch ik spreken. Echt niet goed. Een aantal dingen die ik meteen in de groep zou willen gooien. Ik zou willen beginnen met eigenlijk toch een warm pleidooi te houden voor dat Europese project. Maar heel erg ook meteen meegeven dat het niet zomaar gaat over meer Europa. En ik denk dat daar de sociaaldemocraten in het verleden... Ze hebben meerdere fouten gemaakt, maar twee heel belangrijke. De eerste is... We hebben zo'n grote liefde over het algemeen, hè, zo'n grote liefde voor Europa, dat wij ervan uitgaan dat mensen daar een stuk in mee zijn. En dus pleiten wij alsmaar voor meer Europa, zonder aan mensen en de bevolking goed uit te leggen waarom we dat willen. En zo zijn we een stuk die publieke opinie kwijtgespeeld. En de tweede grote fout, die is er erg mee gelinkt, die we gemaakt hebben in het verleden, op de moment, in de jaren 90 vooral, dat de sociaaldemocraten in de hele Europese Unie een grote meerderheid had. In het parlement, in massa's regeringen, hebben wij helemaal niet waargemaakt dat we al zo lang zeggen. Hè? Want wij kunnen een stukje zagen en een stukje, ja, hoe moet ik dat nu zeggen, blabla verkopen over sociaal Europa. Hè? We zeggen al 20 jaar dat we aan sociaal Europa gaan werken. En toen we voor het zeggen hadden, voor alle duidelijkheid, vandaag hebben we dat in Europa een stuk minder, hebben we dat helemaal niet waargemaakt. Er is ook een goede reden voor. In ieder geval vanuit België kan je dat goed verklaren, maar dat gaat net zo goed voor Nederland op. Wij geloofden zelf helemaal niet in dat sociale Europa, omdat we schrik hadden, als we aan sociaal Europa zouden beginnen werken, dat we onze eigen standaarden, onze eigen sociale zekerheid, onze eigen lonen en zo verder, dat we die eigenlijk, omdat we dat in een Europees project doen, dat we die standaarden moeten gaan verlagen naar een soort van algemene deler. En dat betekent dan voor landen als Nederland, Duitsland, België, een stuk Frankrijk ook, dat die normen omlaag zouden gaan. Niets is minder waar natuurlijk. We hebben dat zelf heel erg misbegrepen. Nu, het eerste wat je moet doen is zelf uitleggen waarom je gelooft in dat Europese project. De crisis waar we nu voor staan, en vergis u niet, ik stoor mij daar een beetje aan, alsof we nu op dit moment in een economische crisis alleen zitten. We zitten al een tijd in een crisis in Europa en in de wereld die veel verder en veel dieper gaat. De financiële crisis. Het probleem van de toenemende kloof tussen degenen die het goed hebben en degenen die het niet goed hebben. En vooral ook, en dat wordt de laatste tijd enorm vergeten en dat stoort mij waanzinnig, alles wat te maken heeft met klimaat, met leefmilieu, alles wat te maken heeft met de kwaliteit van ons leven. Als je daar oplossingen voor moet bieden en wil bieden, en dat willen we, de grond van ons hart, dan... hebben we dat Europese project nodig. Want we gaan dat niet meer alleen doen. Hè? Voor geen enkel van die problemen en dus ook niet voor het sociaal-economische. Maar we moeten er eerst zelf een stuk in geloven. En Thijs heeft er net gezegd, Europa dat is waardegedreven. Dat is essentieel. Europa dat is geen interne markt. Natuurlijk is die interne markt een onderdeel van dat Europese project. En ik ben niet tegen de interne markt, die heeft ons ontzettend geholpen. Maar de vraag is, waartoe dient die interne markt? Wel, dat heeft met waarde te maken. En je moet je eens afvragen, ik vraag het mij al een tijdje af, ik probeer daar ook antwoorden op te formuleren. Bestaat er zoiets als een Europese identiteit? Bestaat dat? De meeste mensen zullen zeggen ja. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Hè. Heel onze cultuur, onze kunsten, onze steden. Hè. Hier in Amsterdam, in Antwerpen, Brussel. Zou dat dan... Hè, onze identiteit bepalen misschien, gedeeltelijk, maar dat is volgens mij niet de core. Dat maakt niet het verschil uit tussen Europa, een pakt Azië of pakt de Verenigde Staten. Wat heel erg, heel typisch Europees is, dat is het gezamenlijk streven naar sociale rechtvaardigheid. Dat is heel erg Europees. Dat vind je in andere delen van de wereld veel minder of niet terug. Hè. Zoals in de Verenigde Staten,
De vrijheid, dat is the American way of life, heeft met vrijheid te maken. In Amerika mocht je daar niet aankomen. Wel, tot voor kort moest je in onze landen niet komen aan die sociale rechtvaardigheid. Zelfs rabiate liberalen in België durfden niet te raken aan dat concept van sociale rechtvaardigheid. Dat is de laatste tijd erg veranderd. En dat is voor mij een veel belangrijke oorzaak van de crisis waar Europa vandaag de dag in zit. Tot de crisis die we nu kenden, liet Europa die sociale rechtvaardigheid in die lidstaten, die zich het best vertaalt in onze sociale zekerheidssystemen, de manier waarop we met mensen omgaan, onze vangnetten, liet Europa dat ongemoeid. En iedereen mocht dat een stuk ontwikkelen. De laatste tijd niet meer. En dat is enorm dramatische proporties aan het nemen. Thijs heeft het net over Griekenland gehad. Hè. Mooiste voorbeeld. Maar ook bij ons, hè. Dus de Europese Unie, de commissie houdt zich tegenwoordig bezig met zich te moeien in de lidstaten over wat dat nog een beetje het onderdeel is van onze sociale rechtvaardigheid, onze sociale zekerheidssystemen, ontslagrecht, de index in België, allerlei dingen die wij belangrijk vinden van dat onderdeel sociale rechtvaardigheid, het feit dat mensen, als ze gaan werken, een deftige boterham verdienen, enzovoort. Dat wordt nu heel erg onder druk gezet. Onder het mom van de economische crisis en de zogenaamde begrotingsdiscipline wordt dat hele systeem onder druk gezet. En dat is wat sociaaldemocraten als core business hebben om te turnen. En dat gaan we echt alleen maar doen door echt te werken rond sociaal Europa. Door echt te gaan werken rond sociale rechten te verankeren in de hele Europese Unie. En ik geef één voorbeeld. Een minimumloon is daar een heel mooi voorbeeld van, vind ik. Dat onderdeel dat bestaat in de rest van de wereld praktisch niet, hè, minimumloon. In Duitsland ook niet. Ja, ik dacht dat net te zeggen, dat is afgeschaft door de sociaaldemocraten, nota bene. Hè. Dus ik, voordat jij het zegt, hè, Filip. Jij zegt het. Ja, voilà. Maar dat is, in België is dat nog steeds zo, een onwaarschijnlijk belangrijk onderdeel van dat sociale systeem. Dat is eigenlijk redelijk simpel. Hè. Dat heeft nog niks met uitkeringen te maken, maar daar kan je ook een hele case rond opbouwen. Het feit dat je fulltime gaat werken, moet u toch het recht geven om op het einde van de maand een inkomen te hebben dat ervoor zorgt dat uw kinderen naar school kunnen, dat je deftig en gezond kunt eten, dat je een huis kunt verwerven of een appartement kunt verwerven in de loop van uw leven. En ja, een keer per jaar op vakantie gaan, dat heeft te maken met de kwaliteit van leven. Als je fulltime gaat werken, is dat onder u toch een recht, hè? Vandaag de dag staat dat onder meer in België, maar dat zal in Nederland niet anders zijn, onder druk, omdat er in Duitsland dat is afgeschaft. Dat ze dachten, als we dat nu eens afschaffen, dan gaat onze economie wat beter functioneren. Dat leidt, want Duitsland doet het effectief niet slecht, maar dat leidt ertoe dat ook vandaag de dag in Duitsland er een groeiende groep is van wat we noemen de working poor. Ja, dat moet de Europees oplossen. Hè. Je moet Europees een minimumloon verschillend naar hoogte, hè, want de welvaartsniveaus zijn verschillend, maar dat fundamentele recht op een deftig inkomen als je gaat werken, dat moet je verankeren. En zo kunnen we, zo kun je heel veel voorbeelden geven. En volgens mij is dat de essentiële opdracht van de sociaaldemocratie in Europa. Is er een vraag in de zaal? Anders heb ik... Ja. Meneer. Ja, ik vraag me dan wel af, als je dat minimumloon verankert, hè, als nou één land, gewoon 90% van de kiezers, dat niet wil, waarom zou je dat Europees moeten verankeren? Elk land kan dat toch zelf verankeren? Als nou bijvoorbeeld alle Engelsen zeggen, we willen het niet. Ja, de Engelsen gaan dat zeker niet willen. Hè. Dat is een van de redenen, als nu een zijsprongetje dat ik maak, dat ik naar aanleiding van de speech van Cameron gezegd heb, voor mij zit het tot hier met de Britten en ik vind dat fantastische mensen en ik zou liefst dan al hebben dat Verenigd Koninkrijk wel bij de Europese Unie blijft, maar niet op deze manier. Hè. Dus het Verenigd Koninkrijk houdt heel de tijd, want ik zou een case kunnen maken rond fiscaliteit, dat is even belangrijk onderdeel van dat sociale Europa, houdt heel de tijd dat soort dingen tegen. Nu, dat kan voor... Ik vind dat niet kan. Ik vind maar de vraag was eigenlijk, waarom is dit een federale aangelegenheid? Wel, omdat minimumloon. Omdat het anders een race to the bottom is. Voilà. Omdat als het ene land beslist dat de lonen omlaag gaan, hè, dat is wat er de facto vandaag de dag bezig is. Hè. Er is de race to the bottom tegen. Men is lonen aan het drukken in verschillende lidstaten en dan moeten de andere lidstaten volgen. En wie denkt je dat de dupe is van dat verhaal?
Mensen die voor een gewoon inkomen gaan werken, die zijn de dupe van het verhaal. Wij zijn als Europa, hè, als economische unie, hè, als geheel, hè, zijn wij rijk genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen een deftig inkomen heeft voor de hele Europese Unie. Maar dat vereist solidariteit, dat is goed. Waar. We hebben en dus moeten uitleggen aan de mensen dat solidariteit niet alleen iets is dat je in je straat doet, of in je stad, of in je land, maar dat dat Europese project essentieel nood heeft aan die solidariteit. Goed. Want dat er anders geen toekomst is. Wij komen hier zo nog op terug. En wellicht dat de analyse van Philippe Lambert daar nog wat aan toe kan voegen. Uw opening statement, want dan zijn we nog. Ik vind dat moeilijk, omdat ik vind mij terug in al hetgeen dat kapitein zegt. Alleen maar moet ik vaststellen dat het niet het geval is van alle sociaaldemocraten. En ik zou zeggen dat tot recent was kapitein een beetje een uitzondering. Allee, jullie zijn een beetje. Ik beschouw dat als een minderheid. Ja, daar is een hele aparte wereld, hè? Nee, maar. Eigenlijk, wat heb ik moeten vaststellen, is dat in de jaren 80, 90 en 2000, ik heb de sociaaldemocraten zien eigenlijk hun intellectuele leadership gewoon opgeven. En in plaats van leaders, thought leaders te zijn, zijn ze gewoon followers geworden van het neoliberalisme. Allee, ik heb hoe niet elk sociaaldemocratisch partij heeft gewoon de neoliberale revolutie opgeslort, maar toch een aantal onder jullie hebben dat wel gedaan. En ik zou zeggen, de Arts 4-reformen in Duitsland, dat was eigenlijk een rood-groen regering die dat gedaan heeft. Dus tot een zekere graad hebben wij dat ook gedaan, maar enfin, meegemaakt. Maar, dus in zaken sociaal-economische ideologie is sociaal rechtvaardigheid een beetje aan de kant gezet geworden door jullie. En dit werd een beetje vervangen door. Eigenlijk, ja, de markteconomie zal wel vaart, een beetje wat de liberaal daar zei, laat de markt maar werken en maak de rijk rijker en iedereen geniet ervan. Zo is het niet, maar dat is hun pleidooi. Dan, onze maatschappij is meer individualistisch geworden en daar hebben de sociaaldemocraten ook gevolgd, de groenen ook, tot een zekere graad. En nu, het is een beetje de nationaal individualisme, en ik heb te veel sociaal-democratische partijen gezien, in Noord-Europa, zal ik zeggen, die zeggen, ja, Europa hebben wij dat wel nodig, we zijn rijk genoeg, moeten wij voor die corrupt, onbekwame Zuid-Europeanen betalen? Hè, moeten wij dat doen? Enfin, ik hoor dat vanuit Duitsland, maar hier ook. Wij gaan toch voor die mensen niet betalen. Tot nu toe hebben wij, Belgen, zij, Duitsers, tot nu toe niks betaald. Niks. Er is nog 1 euro die aan Griekenland getransfereerd is geweest. We hebben geld geleend. En we krijgen een rente daarvoor. Oké? En een rente die groter is dan de rente dat wij betalen om geld te lenen. Dus dat is een winst. Tot op moment dat de Grieken een gedeelte van hun schuld niet gaan terugbetalen. Maar tot nu toe maken wij de winst. Plus, wij lenen geld op abnormale lage rente. In Duitsland ook. Mm-hmm. Winst voor Duitsland tot nu toe, sinds het begin van de crisis, 65 miljard. Wie zegt dat in Duitsland? De chief economist of de Bremer Landesbank. Dus een Duitser. Dus als jij iets aan Griekenland verliest, moet je het verlies aftrekken van de winst. En dan zullen we zien of we echt helpen. En wat zeggen de Duitsers en de Nederlanders en veel rijke Europeanen? Toen wij hard aan het reformeren waren, wij blijven hard werken. En al die luiriken zijn daar aan van het leven te genieten. Het probleem is dat, en nu zeggen ze moeten ons gewoon volgen. Maar stel maar dat in de jaren 2000 iedereen zoals Duitsland deed, had Duitsland geen klanten. Dat is het probleem. Als jij wilt massaal exporteren, moet je wel klanten vinden. Die dan massaal importeren. Anders werkt dat gewoon niet. En ze kunnen nog zeggen, ja, maar wij exporteren ook naar China of naar India. Oké, maar 2/3 blijft Europa.
En tough luck, de Chinezen gaan naar omhoog in kwaliteit. Gisteren waren ze poppen aan het maken, nu vliegtuigen. Dus de balans tussen Europa en China gaat veranderen. Dus wij blijven klanten van elkaar. En dus niemand, en dat is mijn punt, omdat u vroeg, okay, waarom in godsnaam zouden wij dezelfde sociale standaarden of dezelfde milieustandaarden moeten hebben. Iedereen mag zelf beslissen, maar dan wordt dat de race to the bottom. Dan is dat de onderlinge concurrentie. En ik zou zeggen, ik ben blij dat Thijs dat gezegd heeft. Dit land is een belastingsparadijs. Door jullie politiek nemen jullie belastingen af van andere lidstaten. Mm-hmm. Precies. Is dat normaal? Is dat een normale manier om rijk te worden? Ik zou dat betwisten. En dus, mijn punt is volgende. Zeer simpel. Wij Europeanen zijn op dit ogenblik 7% van de wereldbevolking. En wij gaan naar 5 toe. Ja. Willen wij in staat zijn van onze soevereiniteit terug te vinden? Wat is soevereiniteit? Dat is de mogelijkheid om de keuzes te maken als een maatschappij die ons toekomst bepalen. Dat is soevereiniteit eigenlijk. Als iemand denkt dat Duitsland op zichzelf, Nederland op zichzelf, Vlaanderen op zichzelf hun plannen zullen kunnen trekken zonder de rest, I wish you good luck. Het enige satisfaction, hoe zegt je dat nu? Tevredenheid dat jullie zullen hebben, is de anderen zien sterven voor jullie. Maar ik denk niet dat dat echt duurzaam is. Dus, like it or not, dus ofwel, wij moeten een keuze maken tussen we're in this together, or you're on your own. En Europa is we're in this together. Ik denk dat dat onze identiteit is, maar het is ook onze beste belangen. Het is een kwestie van zelfbelangen en niet van alleen maar van een ideaal. Het is de enige manier voor ons, denk ik, om de uitdagingen van de 21ste eeuw te kunnen overleven. Ja. Ik heb even 2 vragen voor u, want u noemt die 5% van de wereldbevolking die wij als Europeanen uitmaken. Ik las wel dat wij 25% van het wereldlijk bruto nationaal product produceren, ja, maar 50% van de sociale lasten moeten verhapstukken. U noemt is dat duurzaam? Is dat vol te houden? Dat je met zo weinig mensen steeds, ja, je gaat ook minder verdienen van het werelddeel en wel zoveel sociale voorzieningen moet treffen. U hebt het woord gebruikt, sociale lasten. Ja, sorry. Vindt u dat een last? Ik vind dit een voordeel. Ja. Nee, maar een voordeel komt niet gratis. Dus je moet ervoor betalen. Nou ja, hoe je het noemt betalen. Maakt niet uit, maar het gaat erom of je het economisch kunt blijven opbrengen. Dus dat betekent dat we in staat moeten zijn om eigenlijk genoeg waarde te creëren. En dus terug, als wij denken dat ons businessmodel eigenlijk de race to the bottom, de competitie over kosten is, dan sorry, ik denk dat wij zo'n race gaan altijd verliezen. Het kan gewoon niet. Wij zijn een continent van high value, van hoge waarde, economische waarde. Dus wij moeten in competitie gaan met China, met India, met Brazilië, met anderen, met Amerika, op niveau van de waarde dat we in staat zijn van te creëren. En daar moeten wij wel lessen trekken van de Duitse ervaring, van de Nederlandse ervaring. Het is ook zo dat wij niet genoeg in staat zijn van te innoveren in Europa. Als jij eigenlijk aan de leading edge wilt zijn van waardecreatie, van innovatie, moet je ervoor werken en investeren. Doen we dat genoeg? Zeker niet. Moeten wij eigenlijk onze sociale zekerheidssysteem op een betere en meer efficiënte en ook financieel efficiënte manieren beheren? Zeker en vast. Hebben wij de moed om die reformen naar voren te brengen? Mm-hmm. Dat is een grote vraag. En daar, ik zou zeggen dat de Groenen niet altijd zo moedig zijn om harde reformen voor te stellen in zaken sociale zekerheid en in zaken belastingen. Omdat onze belastingensystemen zijn totaal onzin. Ik bedoel, economisch, sociaal, milieusgewijs zijn ze eigenlijk totaal verkeerd. Ja.
Zijn wij bereid van een echte revolutie voorstellen? En bij mij, op partijbureau, bij Ecolo, is het zo. Ja, spreek er niet over. Het is te gevaarlijk. Ja, het is fundamenteel. Ja, dat komt weer door het neoliberale paradigma waarin wij leven. Dat komt door het neoliberale omveld waarin we leven. Ja, denk ik. Omdat belastingen zijn gezien als een last. Ik zie dat als een investering. Enig voorbeeld. Maar dat is wel precies, want dat is wel interessant. Want voordat we naar oplossingen gaan, denk ik dat nog niet iedereen hier op het podium beseft hoe groot het probleem is en waar het vandaan komt. Want er zit natuurlijk wel een haakje in wat Han ten Broeke ook zei. De uitslag van het referendum 2005. Sociaaldemocraten pleiten voor meer overheid. De overheid moet voor die toch niet? Want dat is een vies woord op het moment, hoor. Wij hebben in 2002 gezegd, de financiële markten, die hedge funds, al die idiote producten, je moet ze onder controle brengen. Je moet daar transparantie in eisen. Vanaf 2002, Ieke van den Burg, voorganger bij het Europees Parlement voor de PvdA. Zij is weggelachen, wij werden weggelachen als sociaaldemocraten door mensen als Han ten Broeke, de VVD, CDA ook. Omdat, dan komen de sociaaldemocraten weer met regeltjes. Mm-hmm. Nou, we hebben de gevolgen gezien. De markt zou het zelf wel doen. Maar de markt kan niks zelf. Daar heb je dus een overheid voor nodig die regels stelt. Daar kun je niet onderuit. Maar toch heeft Philippe Lambert het gevoel dat hij de sociaaldemocraten voor die echte groene plannen niet meekrijgt, toch? Vaak niet. In het Europa. Is dat veranderen? Hoe komt dat? Wat speelt zich dan af in dat parlement? Hoe gaat dat? Dat hangt. Doe dan de sociaaldemocraten. Nee, vaak niet. Er zit een heel groot verschil. Ik denk sociaal. Op het sociale vlak dat de Groenen en de Sociaaldemocraten in dezelfde richting marcheren. Absoluut. In Europa. Maar we zijn gewoon niet sterk genoeg om dat door te drukken. Dus het is heel bizar of heel interessant om te zien, moet ik toch heel even uitleggen, dus dat Europese parlement met al zijn politieke groepen, de Groenen zitten daar in het centrum, ik weet eigenlijk ook niet altijd waarom, maar die zitten meer in het centrum dan de Sociaaldemocraten. De Groenen, de Sociaaldemocraten en de linkse, de SP van Nederland bijvoorbeeld, en de PvdA bij ons, maar die hebben geen verkozen. Die hebben geen meerderheid in het Europese parlement. Dus links heeft geen meerderheid. En dus krijgen we die sociale hervormingen er heel moeilijk door, of bijna niet door. Want we hebben elke keer de liberalen nodig. En de liberalen, zoals u weet, zijn niet bereid om sociale doelstellingen in het Europese parlement te stemmen. Mm-hmm. Waar dat ik vind dat sociaaldemocraten in het gebreken blijven vandaag in het Europese parlement, dat is op het andere heel belangrijke thema, alles wat te maken heeft met duurzaamheid, energie, leefmilieu. We zetten wel stappen, maar we zijn daarin veel te weinig ambitieus, bijvoorbeeld rond hernieuwbare energie en zo verder. Maar u noemt de volkspartijen niet. Willen die niet meedoen aan zo'n sociaal programma? Kijkt die? Nee. Dat is echt ontzettend belangrijk. Dat is het best bewaarde geheim van Europa. Dat is dat de Christendemocratische partijen, bij ons de CD&V, bij jullie de CDA, die zitten daar in een heel grote fractie. Dat is de grootste fractie van het Europese parlement. Dat een amalgaan is van Christendemocraten, maar ook heel veel conservatieven. En die stemmen heel rechts. En die zullen zelden of nooit sociale hervormingen. Maar heeft dat te maken met de rol die u dan voorstelt voor de overheid, waar conservatieven zullen zeggen, oké, gemeenschappen moeten wel optreden, mogen wel iets organiseren, maar moet dat per se de overheid zijn? En zit daar dan niet een kans? Ja, gaan u zelf nu naar oplossingen toe? Maar u zei er net, sociaaldemocraten zijn voor meer overheid. Dat is echt onzin, hè? Maar wat is het alternatief? Ik snap het niet, hè? Als je dus één Europeaan op vier is onder de armoededrempel. Nu, hoe los je dat op? Overheid of markt? De liberalen zeggen markt. Laat dat aan de markt en het zal lukken. We hebben dat geprobeerd voor 30 jaar. Wat is het resultaat? Het is naar omhoog gegaan. Nu, ik zeg niet dat overheid automatisch goed marcheert, niet clientelistisch. Franstalig België is door een socialistische partij gedomineerd. Businessmodel, totaal cliëntelisme, tot en met. In het verleden, kijk, een aantal zaken worden in Nederland, maar ook in België, door sociale partners geregeld. Daar komt de overheid niet zozeer aan te pas. Het zijn werkgevers, werknemers die dat regelen.
dat is een typische christendemocratische volkspartijoplossing. Nee, dat is niet waar. Nee, ze willen eigenlijk doelstellingen, ze willen dus bindende doelstellingen in zaken sociaal beleid gewoon niet. Zij het door de overheid of door de sociale partners, omdat sociale partners methode is bij mij zeker aanvaardbaar. Ja. Zeker aanvaardbaar. Het moet goed geregeld worden, zoals in Denemarken. Dus dat vind ik een goed model. Maar er is wel een wettelijke kader daarvoor. Hè. En wettelijke kader komt door de overheid, hè, niet door de markt. Okay, dus het zijn de doelstellingen die belangrijk zijn. Laat me een heel simpel voorbeeld geven. Ik ben in Vlaanderen nog bevoegd geweest voor openbaar vervoer. Hè. En de helft van de bussen die je in Vlaanderen ziet rondrijden. Zo hè? Ja, nee, het is niet zo erg. Rondrijden, die worden uitgebaat door private. Klopt. Ja. Dat pachters noemen dat. Private bedrijven die die bussen laten rondrijden. Ik heb dat gestimuleerd. Ik vond dat heel goed. Maar de voorwaarden waaronder de buschauffeurs werken, dus hun arbeidsvoorwaarden, die moeten wel dezelfde zijn als degenen die voor de overheid werken. Want die doen hetzelfde werk en voor hetzelfde werk moet hetzelfde loon betaald worden. En de kwaliteit van die bus, die leg ik ook op. Hè? Ah ja, want ik subsidieer die bus. Waarom heeft u het dan nog geprivatiseerd eigenlijk? Nee, maar dit is geen privatisering. Je laat de markt een stuk het werk doen, maar je legt wel de kwaliteitsnormen op. En dat kan je met heel veel dingen doen in het sociaal zekerheidssysteem. Bij ons, we hebben een fantastische gezondheidszorg. Ja, die wordt toch niet uitgebouwd door overheidsdoktoren, hè, bij mijn weten. Nee, dat zijn allemaal private doktoren. Maar wij opvalt, zeggen wel wat de kwaliteit moet zijn. Dit is interessant, want het uitgangspunt is dus wel degelijk de vrije markt. Ook in die, in die bussector. Jawel. U zegt de vrije markt moet zijn werk doen. Nee. Klopt toch? De vrije markt moet zijn werk doen, maar wij leggen normen op, zodat we de kwadelijke effecten proberen te beteugelen. Maar tenzij dat je in een heel stedelijk gebied ziet, is openbaar vervoer, om dat voorbeeld te gebruiken, maar sociale zekerheid idem dito. Nee, maar het gaat mij even om. Dat is niet marktconform, want dat kan nooit winst maken. Nee. Je moet dat altijd als overheid ondersteunen. De treinen in Nederland, maar die worden ook gesubsidieerd. Nee, want u zegt net zelf dat u een deel van die buslijnen aan private companies heeft overgelaten. Ik heb geen probleem dat die dat mee organiseren, maar ik als overheid, ik leg wel de kwaliteit. Maar waarom heeft u dat dan gedaan? Waarom zijn die private mensen, die private organisaties erbij gehaald? Omdat dat u als overheid ook uitdaagt om op een efficiënte manier om te gaan. Ja, maar het werkt toch heel goed? Dus het klopt wel dat u zegt, ik haal de markt erbij, maar tegelijkertijd ben ik er heel huiverig voor, dus ik ga allemaal kwaliteitseisen stellen. U vertrouwt het dus eigenlijk niet. Als ik betaal, mag ik toch de kwaliteitseisen opleggen? Als de burgers betalen voor het openbare vervoer, de burgers betalen, of voor je sociaal zekerheidssysteem, je laat die doktoren toch ook niet eender wat doen? Je legt toch op hoe dat hun studies moeten verlopen? En daarna leg je toch op hoeveel dat de mensen moeten betalen? Dat is toch geen vrije markt? Maar het zijn wel private doktoren die dat doen. U heeft het geliberaliseerd, ik niet. Nee, we hebben dat niet geliberaliseerd. dat ontkent u, maar zo heet dat hier toch wel. Ja, dus mijn zins hoeft het niet van gedeeltelijk geprivatiseerd te worden. Voor mij, ofwel is een bepaalde dienst by design iets dat echt een monopolie is. Als het een monopolie is, kan dat niet door de markt bediend worden. Sorry. Omdat het objectief van een marktbedrijf is eigenlijk winst. Ik heb 22 jaar in de privésector gezeten en gewerkt eigenlijk, meer dan gezeten. In een grote multinationale bedrijf eigenlijk. Daar is er maar één doelstelling en dat is winst voor de aandeelhouder. Niet kwaliteit van de dienst voor de klant. Het is korte termijn winst voor de aandeelhouder. Als het goed is dat natuurlijk een product, als dat verkocht moet worden, moet het wel een goed product zijn. Anders is er geen winst voor aandeelhouders. Ja, tot een zekere graad. Ik heb moeten vaststellen dat eigenlijk door dat soort korte termijn drukte, dat de kwaliteit van onze diensten naar beneden gingen. Mm-hmm. Maar de klanten wilden ook hoe minder mogelijk betalen. En ze waren daarmee tevreden. Maar ze kochten het nog steeds. Ze kochten het product nog steeds. Of ze namen dat de dienst wel, dat wel, maar ik hadden denk ze geen dat keus? Er iets meer. Nee, maar mijn punt is het volgende. Als je een goed leven wilt hebben, betekent dat alleen maar. Enfin, kan je dat alleen maar in centen vertalen? Dus kan de enige objectief van de maatschappij geld zijn, winst zijn? Is dat een goede. Dat wordt nu dus wel in de huidige samenleving als objectief meetmiddel gezien.
Maar het is de enige meetmiddel dat nu vandaag de dag gebruikt wordt in de privésector, maar ook in de politiek. Het is groei, 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 ja. groei en nog groei. U zou nou een bruto nationaal gelukcijfer willen? Iets meer complex dan nationaal geluk, omdat je moet ook cijfers erop kunnen plakken. Maar ik zou zeggen, ik zou misschien een klein set objectieven kiezen. Dus één, heeft iets te maken met centen. Akkoord, dat moet blijven, maar ook sociale doelstellingen, met name, denk ik, ongelijkheid of gelijkheid. Daar moet je, of armoedegraad dat je hebt in de maatschappij. En dan ook onze, hoe zeg je dat, ecological footprint. Nu. Ecologische voetafdruk. Voilà. Je hebt het gezegd. Voetafdruk. Ja, die moet ook meegewogen worden. Dus ja. Het is dat soort objectieven dat we moeten nastreven. Ja. En u zegt, er is dus een alternatief voor alleen zeker maar kijken naar... Zeker en vast. Maar ik wil toch nog even terug naar de probleemdiagnose. Bent u al iets verder, Thijs Berman? Nou ja, ik vind dat wij ons als Groenen en Sociaaldemocraten jarenlang in een paar illusies hebben gewenteld. Een illusie dat... Als je nou maar dat Europa bouwde en steeds meer instituties creëerde, steeds meer gezamenlijke zaken had, zoals een gezamenlijke munt, of dat dan ook die onderlinge lotsverbondenheid vanzelf wel zou groeien. Dat wij ons Europeanen zouden voelen en ons solidair met elkaar zouden gaan voelen, omdat we de samen gezamenlijke munt hebben. Nou, niks is minder waar. Die solidariteit is een vernisje, dat is flinterdun en bij de eerste botsing crash je het eraf. En is het verschrikkelijk moeilijk om van mensen te vragen dat ze hun solidariteit opbrengen met... En je hebt gelijk hoor, we betalen geen cent aan de Grieken. We maken winst op de Grieken. Je hebt helemaal gelijk. En dat realiseert u zich nu? Dat vernislaagje heel dun is? Ja, daar is dus die illusie dat je met instituties ook een andere identiteit creëert. Dat gaat misschien heel langzaam over generaties en generaties, maar daar zijn we nog lang en lang niet. Wat we hadden kunnen doen als sociaaldemocraten toen wij... Wat was het, met 15 regeringen, 12 van de 15 sociaal-democratische regeringen hadden, toen hadden we door kunnen zetten. Ja, maar het punt is, u doet het nog steeds niet. Dat gaf u net zelf in uw openingsstatement aan. En de vraag is dus, wat gaat er nu veranderen bij u, dat u dat in de toekomst wel doet? Ik denk dat, kijk, een van de eerste opdrachten, als jij nu wil duidelijk maken aan een vakbondsman of vrouw, dat Europese samenwerking een kans is voor de vakbonden internationaal, dan lacht hij vierkant uit, want hij weet... dat de Europese rechter op grond van Europees EU-recht een CAO ondergeschikt acht aan de vrijheid van beweging en de vrijheid van concurrentie. De CAO's worden onderuit gehaald. Dus u bent daar op dat front bent u te laat, zegt u. En dat hadden we kunnen regelen in de jaren 80 toen we die meerderheden hadden. Hebben we niet gedaan, want we waren bang, precies wat Kathleen zegt, we waren bang voor de kwaliteit dat die omlaag zou gaan van de nationale stelsel, zodat er een nivellering naar beneden zou ontstaan. Ik heb hier al een paar keer iemand... Nou, dat is niet waar. Hoe daar moet je dus vanaf. Was dat? Was u dat? U lijkt me wel het type dat zegt. Wat vond u niet waar? Ja, dat kan ik zo niet meer 1, 2, 3 terughouden. Ik vind het alleen wel dat wat mevrouw af en toe zegt, dat ik dat een beetje flauwekul vind. In het algemeen? In het algemeen genomen, ja. Het is zo fantastisch Nederlands. Die zou jullie in Vlaanderen nooit hebben. Daarmee is het wel. Ja, we zijn het niet helemaal eens. Nou, zij zegt onder andere, ik besteed het openbaar vervoer aan. Maar ik ben sociaaldemocraat, dus ik leg kwaliteitsnormen op, want ik betaal dat als overheid. Nou, wat meneer ook zegt, de politiek heeft gewoon 20 jaar geleden heeft iets fout gedaan. Onder andere de energie hebben ze verkwanseld. Mm-hmm. Eindhoven heeft dus de energie verkocht, hebben ze miljoenen aan overgehouden. U heeft trouwens geen stroom meer? Moet ik daar op antwoorden? Ik neem aan dat hij wel stroom heeft, dus wat is er eigenlijk aan de hand? In Eindhoven hebben ze dus, er was de NRE. En die hebben ze verkocht aan een private onderneming. Hebben ze veel geld voor gebeurd, waar ze dus nu nog de opbrengsten van hebben. Maar daardoor moet de klant meer betalen. En wat meneer zegt, ze hebben dus 20 jaar geleden verkeerd gedaan. Ze hadden het nooit moeten privatiseren. Toen het goed ging, hadden de sociaaldemocraten meer... sociale eisen moeten stellen. Nou, ik geloof de hele politiek. Nou ja, dat betekent dat we nu in een achterstandspositie zitten, als links, als progressieve partijen, ook als groene partijen, een achterstandspositie, omdat we onszelf instrumenten uit de handen hebben geslagen, die we nu zo verschrikkelijk hard nodig hebben. En dan we nu een beroep doen
op solidariteit, of een beroep doen op de noodzaak dit belastingparadijs anders te maken, een beroep doen op een gezamenlijke regels voor minimumlonen, stuit zelfs op weerstand binnen de linkse beweging. Ja. Nu nog steeds. Klopt. Want als je het hebt over, want als je dus hebt over dat je dus minimumloon hebt, hoe verhoudt zich dat in Polen en in Roemenië? Die lach je uit. Nee, daar kun je. Je zegt een minimumloon. En we hebben het dan over Europa, maar we hebben het dus niet over Zweden. We hebben het niet over een gelijk minimumloon wat over de hele EU even hoog is. Je hebt het over een minimumloon wat aangepast is aan het gemiddelde loon van elk land. Dan ga je natuurlijk niet gelijk trekken. Dat kan niet. In Roemenië is het gemiddelde loon 250 euro per maand. Maar wel een richtlijn om te zeggen iedereen moet een minimumloon hebben. Dat werd bedoeld. Maar het is relatief. Nee, dat vind ik niks. Kijk, hand en broeken. Niks, nee, want we hebben het ergens over en dat valt niet te handhaven. Nee, maar hand en broeken als liberaal heeft het over, je hebt het goed gehoord, over vrijheden. Een Europa van vrijheden. Hij heeft het niet gehad over een Europa van rechten. En ik vind die vrijheden schitterend. Ik sta ervoor. Maar ik sta ook voor een Europa van rechten, van mensen. En ik denk dat je daar liberaal in moet meetrekken. Omdat het in het belang is van diezelfde liberaal, dat hij een markt heeft met mensen die een beetje zekerheid hebben over koopkracht in lange jaren. Dat ze niet bang hoeven te zijn om als zo'n dat deftige inkomen waar mevrouw Van Brent zo mooi over sprak. Ja, de diagnose. Nou, geen diagnose, juist een vraag. En een behoefte aan een diagnose. En dat is juist, hoe zit het met de structuur van de economie? Hè, dat arm steeds armer wordt en rijk steeds rijker. En dat verschil tussen arm en rijk is zo gigantisch groot. Als je leest wat de bedragen bijvoorbeeld alleen al aan entreegelden rondgaan bij zo'n bijeenkomst als in Davos. Ja. Daar zit je met je ogen te klapperen. Het is gewoon compleet uit zijn verband gerukt. Ja. Dus er moet een analyse komen eigenlijk van waarom. Hoe komt het dat onze economie kennelijk dit soort scheve verhoudingen oproept? Philippe Lambert, het is al heel lang zo dat... sorry, nee, u wou wat... Ik wil daarop antwoorden. Ja, dan gaat u gang. Ja. Omdat, weet je wat ik daarnet ook zei? Hè? Denk tot voor kort, tot de jaren 90, waren we in onze lidstaten, België, Nederland, Duitsland, heel erg in staat om die kloof zo klein mogelijk te houden. Dat doen we nog steeds. Alleen voor België mogen we nog altijd trots zijn. De kloof tussen arm en rijk is van de kleinste van de wereld. Ja. Het behoort tot de kleinste van de wereld. Nederland doet dat ook nog redelijk goed. Hè. Maar dat staat onder druk en je ziet die kloof ook in België groeien. Het heeft te maken met het feit dat die staat verarmt. Hè. België als staat, of dan nu Vlaanderen en verarmt. Dat geldt ook voor Nederland. Hè. We hebben eigenlijk te weinig inkomsten om dat sociaal zekerheidssysteem te gaan versterken, want eigenlijk moet je dat versterken. De risico's zijn veranderd. Neem nu de eenoudere gezinnen. Ja, 50 jaar geleden bestond dat amper. Dat is vandaag. Alleenstaande moeders, die hebben een enorm veel groter risico tot armoede. Daar zou je moeten op ingrijpen. Door met kindergeld extra te gaan werken. Dus er zijn heel veel nieuwe sociale noden. We kunnen dat niet meer. We zijn al blij dat we kunnen in stand houden wat we hebben. En dat staat onder druk. De vraag is, wat is de oplossing? De oplossing is een andere fiscaliteit, waar dat Philippe het er net over had. En een deel daarvan gaan we in Europa moeten organiseren. Omdat in mijn land betalen de meeste grote bedrijven geen belastingen. Ja, zo is het. Omdat er allerlei constructies mogelijk zijn in andere lidstaten van de Europese Unie. Wat Philippe daarnet zei over Nederland, dat is toch niet fair? Hoe ga je faire belastingen voor bedrijven bijvoorbeeld, maar ook voor milieutaxen, hoe ga je dat organiseren door dat in Europa af te spreken? Is het nu zo moeilijk? Nou is het natuurlijk wel zo dat ook bedrijven hebben het niet makkelijk in deze crisis. Nee, maar... En dan komt u nog even met een massaal veel komt u nog even een belasting erbij. Die maken massaal welke bedrijven? Winsten, sorry, ik ben niet mee u eens. Het is niet waar. De winsten van de bedrijven in België, van alle bedrijven, zijn verdubbeld over de laatste 12 jaar. Verdubbeld. Als u noemt dat het slecht maken... In de laatste 4 jaar? So what? Sorry. Ja, so what? Het moet wel ergens van 12 jaar? Ja, maar fijn. Als je dat verdubbelt over 12 jaar, eerst is er misschien iets mis. En hoeveel betalen ze erop als belastingen? Nee. Omdat het is alle bedrijven, de kleine bedrijven, blijven betalen. Ja. Maar de zakencijfer wordt ook vooral door grote bedrijven gemaakt. Ja? En hoeveel betalen ze vergeleken met 12 jaar terug? Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja. Dus dat betekent dat hun reële belastingsgraad
door twee gedeeld is geweest. Is dat normaal? Vindt u dat normaal? En dat is door de belastingcompetitie, onder elkaar. Dat is onzin. Maken dus de rijken, dus de aandeelhouders van Google, van Facebook, van die bedrijven, die worden elke dag rijker. Door wat te doen? Door welke waarde te creëren? Niks. Is er niks. In het Europese parlement, toch weer naar die conservatieve, dat conservatieve blokje. Ja. Kun je die daarin meekrijgen? Nee. Op geen stukken. Nee, maar wij hebben 100% van de stemmingen niet, hè? Nee. Niet nodig. Sorry. En in de Raad zal het Verenigd Koninkrijk er zich altijd voorleggen en bij mij weten Nederland ook. Hè? En bovendien, het Europees Parlement, Brussel, wij gaan niet over belasting. Ah, nee. Dat is iets wat nationaal wordt afgesproken. En daar is geen Europees parlement wat daar iets aan kan veranderen. Wij kunnen een mening uiten. Wij kunnen zeggen, die mening is ook geuit in grote meerderheid. Er moet een financiële transactietaks komen. Laat die banken nou maar eens wat meebetalen. Maar we hebben daar de macht niet over. Hè? De gedrevenheid is fantastisch. Ja, dat is heel, daar heel goed. Want veel voorbeelden over geven. We hebben overlast. Ja, een stemming. Maar wat wel opvalt, is dat u heel veel wilt. U wilt de koopkracht op peil houden. U wilt verschillen arm en rijk wilt u bestrijden. Evident. U wilt de werkloosheid aanpakken. Ja. Maar die dingen zijn onderling kunnen ook tegenstrijdig zijn. Nee. Nou, je bent nee. U daar? Waarom zou dat nu, nu tegenstrijdig zijn? Op het moment dat u de koopkracht gaat redden, dat krijgen we nu in Nederland die discussie, dat het allemaal om de koopkracht gaat, want er zijn groepen die gaan er dan volgens de berekeningen erg op achteruit. Nou, alles wat je aan die mensen geeft, kan je niet aan anderen geven, kan je geen werk voor creëren. Maar het is toch niet tegenstrijdig om te doen wat mevrouw zegt, die hoogste inkomens nee, of haar aanpakken? Dat niet. Daarmee kun je net de koopkracht van de mensen, moeten we een beetje dat is bijna voor open doel. Maar het gaat nu even om de structurele... Ja. Sorry, dat moet u even, plenair zeggen. Als ik het goed kan. Hij zit zo dichtbij. Als je dus het inkomen beter verdeelt, dan stimuleer je de economie eigenlijk, omdat je dan de koopkracht aan de onderkant verhoogt. Ja, dat is absoluut waar. Maar gaat het om koopkracht. Maar we willen toch ook werkgelegenheid? Dat is werkgelegenheid. Oh, niet automatisch. Dat levert consumenten op, dat levert zekerheid op. Dan gaan mensen investeren in een huis, dan gaan mensen niet bang zijn. Ja, maar om te investeren. Kijk, als het zo eenvoudig was, zouden liberalen er ook voor zijn. Nee, dat interesseert hen niet. Dat interesseert hen niet. Nee, sorry, ze zijn niet geïnteresseerd in welvaart voor iedereen. Dat interesseert hen niet. Het is, maak de rijken rijker en iedereen uiteindelijk gaat iedereen ervan genieten. Dat is hun punt. U maakt er nu wel een heel erg zwart-wit plaatje van. Ja, sorry, zelfs het publiek hier is het er niet mee eens. Ja. Ik hoor hier, heel onderuit de keel. Nou, wat mij een beetje tegenstaat, ik hoor in het begin een verhaal over van er moet een sociaal Europa komen. Nou goed, daar is denk ik niemand tegen. Vervolgens hoor ik een verhaal over, ja we moeten... In de zaal niet. Nee, nou, ik denk overigens sowieso nergens, want sociaal is op zichzelf staat natuurlijk een holle frase. Vervolgens hoor ik over waarde. En vervolgens zegt u ook van ja, het moet toch wel gaan over inkomen, zeg maar het biefstuk socialisme. Nee. En ik vind dat een beetje moeilijk met elkaar te rijmen. Waar gaat het nu precies over? Biefstuk socialisme. En, begrijpt u niet, ja dat is eigenlijk de vraag, zij begrijpt het niet dat het zo overkomt, mevrouw Van Brent. Biefstuk socialisme. Ja, ik vind dat eigenlijk heel raar als je opkomt voor een deftig inkomen voor iedereen, dat je dan een biefstuk socialisme... Ja, maar dat is dus de focus op inkomen. Dat is de focus op inkomen. Ja, maar dat inkomen... Nee, maar het is natuurlijk niet alleen focus op inkomen. Hè. We kunnen ook een heel debat doen over sociale dienstverlening. Hè. Het feit dat je bijvoorbeeld ervoor moet zorgen, is heel essentieel, dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk is en betaalbaar is. En wat mij betreft gratis. Hè. Want dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat vaders en veel moeders aan het werk kunnen en dus zichzelf kunnen ontplooien. Onwaarschijnlijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dus het gaat uiteraard ook over dienstverlening. Het gaat uiteraard ook over onderwijs. Dat zijn allemaal dingen die geld kosten. En dan heb je een sterke overheid nodig met voldoende inkomsten. En die voldoende inkomsten die gaan we maar genereren als we terug eerlijke belastingen hebben. En daarvoor gaan we Europa nodig hebben. Komt dat en tegemoet aan uw vraag? Daarin zitten we in een ik denk, iemand moet wel die belastingen gaan betalen. Absoluut. En ik heb wel zoiets van... Ik weet niet, wat doet u? Sorry? Wat doet u in het dagelijkse leven? U gaat werken. Ik word ook betaald uit de belastingcenten van mijn lieve medeburgers. Ik werk voor een overheid. Voilà, fantastisch. Maar u gaat toch elke dag werken en op het einde van de maand hebt u een deftig inkomen en u vindt dat niet meer dan fair en u betaalt in Nederland, ik weet niet, 40% belastingen. Hè? Veel in België is het veel te veel. Absoluut. In België is het nog meer, als u kan troosten.
En toch, allee, we betalen dat en we krijgen daar een stuk voor terug. Vindt u dat niet fijn? Ik ben ook helemaal voor belastingen. En ik vind het ook een prachtig ideaal om te zeggen van belastingen moet je zien als een investering. Dat vind ik ook helemaal waar, net zoals je zorgpremie niet moet zien als een last. Alleen, wat ik mis is dat we nog steeds in het frame zitten van de liberalen. En dat mis ik. Van, er wordt wel gezegd, het is niet het goede frame. Maar ik hoor van geef van alle zeg maar, een alternatief frame of een alternatief paradigma. Het is nog steeds het herverdelen van wat er in het liberale systeem is verdiend. Ja, de koek groter maken, die wordt nu kleiner. Nou, ja, je kunt zeggen, dat moet van belastingen. Maar dan nog steeds het verhaal, gewoon de koek groter maken. Wat dat betreft is wel interessant wat Lamberts eerder zei over, er zijn ook nog andere dingen in het leven, het goede leven. Dus misschien moeten mensen wel minder gaan verdienen en meer vrije tijd gaan krijgen. Ik ben het toch niet helemaal mee eens met wat je zegt. Nou, ik wil even Lambert hierop laten reageren, want hier zit wel een verschil tussen Groenen en Sociaaldemocraten. Wordt de koek kleiner, wat is de koek dan? Wat is de bruto nationaal product. Oké, het is nu stabiel, hè? Het is niet eigenlijk, het gaat niet echt dramatisch naar omlaag. Wel in Portugal, in Griekenland, maar overal in Europa is dat vrij stabiel. Dus de koek blijft even groot. Maar het probleem is dat men moet dus beseffen dat de patrimonium van de Europeanen 5 keer zo groot is. Het bezit. Het bezit is 5 keer zo groot als de BBP. Oké? Maar het is eigenlijk niet op een gelijke manier verdeeld. Oké? En daar zitten de grote ongelijkheden in Europa. Dus de koek is groot genoeg. Daar komt het niet op. Het probleem is dat wij hebben een probleem van verdeling. En als wij een vierde van onze maatschappij onder de drempel is, dan zijn die 25% Europeanen bezig met wat? Met overleven. Overleving is hun enige taak. Hoe kan je in godsnaam waarde voor de maatschappij creëren als je enige doel in leven is te overleven? Je kan niks doen. Dus als jij iets, een bijdrage aan de maatschappij, als je in staat wilt zijn van een bijdrage te kunnen leveren, moet je boven de drempel zijn. Het is ook een economische kwestie. Het is niet biefstuk socialisme, het is economische efficiëntie. Het is ongezond van gewoon een hoe langer, hoe grotere gedeelte van de maatschappij eigenlijk achterlaten. En eigenlijk, ik zou ook. Maar dit is interessant, want in feite legt u de nadruk op werkgelegenheid. Misschien met het minimumloon dat vanuit Europa wordt gegeven. Ja, en dan anders is, dan op koopkracht en allerlei sociale dan, voorzieningen. En dan moet je beslissen, hoeveel werk hebben wij nodig om op een decente manier te kunnen leven? En hoe zorgen wij dan dat dit werk goed verdeeld is, zodat iedereen een job kan hebben? Ah, iedereen. Het is niet altijd 100%, maar ik zou zeggen de grote meerderheid van de maatschappij een decente job kan hebben. Zo kan iedereen iets bijdragen. Thijs Berman? Ja, het is niet alleen een kwestie van geld, het is ook een kwestie van de verdeling van het geld. Als je de ongelijkheid kleiner maakt, dan betekent dat in je samenleving minder criminaliteit, absoluut, minder spanningen, minder onzekerheid. En dat is van waarde. Daarmee creëer je een betere samenleving, een hogere kwaliteit van leven voor iedereen. Dus zou Hand en Broeke zeggen, helemaal niet een sociaal pact, maar zorgen dat die welvaart in die achtergebleven landen of die landen die het nu moeilijk hebben, omhoog gaat. Dat kun je doen, maar dan zul je toch echt ervoor moeten zorgen dat die welvaart wat eerlijker verdeeld is. Op zo'n manier dat de armsten, precies als wat Philippe zegt, de kans krijgen meer te doen dan overleven. Ik vind dat een uitstekend verhaal. Maar met werk ben je natuurlijk al heel eind. En dan denk ik echt onmiddellijk ook aan de rest van de wereld. Dat is dus ook wat Europa als taak heeft in de rest van de wereld. Zorgen dat die globalisering, waar we niet tegen kunnen zijn, want die gebeurt, dat die globalisering ook zorgt voor minder ongelijkheid. Op dit moment is dat niet het geval. En hoe maak je die minder ongelijkheid met belastingtarieven? Dat heeft met belasting te maken. Dat is één van de manieren. Sociale zekerheid speelt ook een rol. Ik kom zo bij u, mevrouw. Ja, in aanvulling op mijn buurman. Ik hoor heel veel verhalen, eigenlijk het verdedigen van waarom Europa toch wel goed is. Ik hoor Griekenland, we verdienen eigenlijk aan Griekenland. Een soort kostenbatenplaatje krijgen we erbij geleverd van meneer en de andere meneer. Dat vind ik jammer, want ik denk, ik ben sociaaldemocraat en ik wil een visie op Europa. Ik wil geen verdediging van waarom Europa wel een beetje goed is en waarom we er niet tegen moeten zijn. Je moet het misschien gewoon een ontwikkelingsproject noemen. Ja, nou,
Ik wil gewoon horen, wat is de visie, wat is Europa en waarom is het goed? En niet met een verhaaltje van, ja, maar... Is dan het antwoord van Van Bremt, waardegemeenschap niet voldoende? Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat ik niet een beeld krijg over hoe we dat gaan bereiken. Ik wil weten, wat gaan we doen om dit te bereiken? En wat is dan het doel van wat is het nut van Europa? Want we zijn allemaal voor een waardegemeenschap. Ja. Maar wat is de meerwaarde voor Europa voor zo'n waardegemeenschap? Het spijt me een beetje dat je dat zo zegt. Ik heb geprobeerd. Ik denk dat Kathleen en Philippe eigenlijk dat ook hebben geprobeerd. Misschien toch nog een poging wagen. We hebben het heel erg over dat economische, het financiële en zo. Dit is maar 2005 ook weer. Maar wat toch een paar keer heel duidelijk gezegd is, is dat we staan voor, of even, gelijke rechten, gelijke kansen. Maar het gaat dus ook over een vereniging van democratieën. De Europese Unie is een Unie die landen als een magneet naar de democratie trekt. Die waardegemeenschap van rechtsstaat en democratie heeft zijn eigen enorme belang, los van inkomen en welvaart. Denk je dat Griekenland en Spanje, die nog lang niet zo lang als wij democratie hebben, het risico lopen om daarin terug te vallen door die harde maatregelen uit Brussel? Ik denk uiteindelijk niet, maar we zullen in 2014 de Gouden Dageraad, fascisten dus, met hakenkruizen getatoeëerd op hun voorhoofd, het Europees Parlement zien binnenwandelen, want dan zullen ze die overwinning krijgen. Van Bremt? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zou 10 jaar geleden zou ik daarmee gelachen hebben met die vragen. Nu niet meer. Nu echt niet meer. En dat geldt zowel voor Europa. Vroeger dacht ik ook, Europa dat is er en we gaan altijd stapjes vooruit zetten. Maar that's a fact. Europa is er. Sinds enkele jaren ben ik ervan overtuigd dat ook morgen Europa er niet meer kan zijn. Is dat misschien niet erg? Dat zou kunnen. Hè? Ik zou dat verschrikkelijk vinden. Maar dat... En hetzelfde geldt voor democratie. En dat is iets, ik zit daar zelf heel erg mee gewrongen. Ik heb daar niet het antwoord op. Hè? Ik ben er erg van overtuigd dat één van de redenen, niet de enige, verre van, de andere is dat sociaal deel, maar één van de redenen waarom mensen vervreemden van dat Europese project, is de snelle uitbreiding geweest naar Oost-Europa. Je voelt dat aan. Hè? Ik bedoel, in Antwerpen... Laat me even zeggen waarom ik daar zo gewrongen mee zit. Er waren wel hele goede redenen om zo snel uit te breiden. Ja. En die hebben te maken met ook een kernwaarde van Europa, met name vrede, veiligheid, democratie. Waarom hebben wij die er zo snel bij getrokken? Omdat dat een manier was om die conflicthaard, die Oost-Europa was en soms nog wel is, om die zo snel mogelijk in dat Europese democratische project te trekken, om ze zo snel mogelijk verder te democratiseren en ze niet te doen afglijden naar mogelijke totalitaire regimes. Dat is wel gelukt. Ik vrees alleen dat we er wel een hoge prijs voor betalen, met name het vervreemden van de publieke opinie. En dat kan dan weer aanleiding geven tot het onderuithalen van dat Europese project. Dus het is echt heel moeilijk, hoor. Maar het is mooi om te horen dat u die persoonlijke worsteling heeft met Europa. Hier is nog een vraag. Nou, ik wil even terug naar het begin van de discussie, waarin het ging over de vraag van hoe leg je het volk nu uit. Ik heb inderdaad tegengestemd omdat ik vond dat het niet uitgelegd was op geen enkele manier. Maar als ik nu deze discussie hoor, en ik heb ondertussen al 100 analysepunten gezien die van hot naar her gaan en dergelijke, waar ik geen bruin brood van kan bakken, ik ben ook maar een simpele man gewoon. Dan denk ik, hoe dacht u dat u dit gaat uitleggen aan het volk? Want ik neem aan dat het machtsprobleem... Het volk is toch niet helemaal achterlijk? Nee, nou, het volk is niet helemaal... Je praat wel eens met mensen, weet je. En dan praat... Wat hier overtuigt u niet? Waar zit u nou mee hier vanavond? Ik denk gewoon dat de merendeel van de mensen hierbij afhaakt. Maar u. Waarom haakt u af? Ik ben al afgehaakt ongeveer. Maar waardoor haakt u nou af? U moet mij iets laten zeggen, ja? Of u moet gewoon zelf wat zeggen. Nee, maar u heeft het over het volk, maar ik hoor het liever van u. Waar zit u mee? Ik denk dat dit niet uit te leggen valt, want het is een ontzettende opstapeling van allemaal losse punten. En dan komt er dit weer bij, en dan komt er dat weer bij, en dan komt er dat weer bij. Ik kan het niet, ik sluit me aan. Ik zie niet dat er een visie achter zit. Bon. Ik zie ook niet hoe op een gegeven moment het machtsprobleem aangepakt wordt. Want daar zal je toch draagvlak in de bevolking voor moeten hebben. Dan komt het volk toch op een ding. Nee, die hebben het niet... Nee, wie heeft het voor zeggen? Die vraag bedoelt het. Uiteindelijk kan je door stemmen op een gegeven moment beïnvloeden dat het een bepaalde kant op gaat. En als het probleem is dat het volk een bepaalde kant op kiest, wat niet welgevallig is aan Europa en dergelijke, dan vraag ik me nog steeds af hoe politici denken over de vraag hoe ze dat machtsprobleem gaan oplossen. En daar hoor ik helemaal niks over. Mag ik u uitnodigen, meneer, om naar een van de meer dan 40 bijeenkomsten te komen die wij als PvdA organiseren deze lente? Over Europa, wat we verwachten, wat we niet verwachten van dit Europa van ons.
wat we er anders aan willen. Ja, want is dat een vraag waar u ook, wat u misschien ook helpt als de politici een keer zeggen wat ze niet binnen Europa willen doen? Want ze willen alles, hè? Ze hebben grote plannen. Als je op beperkte schaal met geïnteresseerden als het ware van alles gaat uitleggen, nou, die doen ze nog vreselijk veel moeite om het te snappen en dergelijke. Maar ik wil het wat breder maken van. En dan zeg ik, ik praat met veel mensen, ook, ik fiets veel met oude lullen, weet je wel. Allemaal mensen die gewoon nog bezig zijn. Die hebben allemaal een mening over Europa en dat is geen positieve mening. Zien die geen voordelen van Europa? Zien geen voordelen. Dan moet je echt de rafels aan je tong lullen om uit te leggen dat Europa ook voor vrede staat. Ja. Voor een lang, want als Europa, gezamenlijkheid, de afgelopen eeuw was er eentje van oorlog en oorlog en oorlog. Dus dan denken, waar hebben we het nou in godsgodesnaam over? En dan komt mijn vriendje die komt en die zegt van ja, mijn vader, dat was nog een echte oude communist. Moet je nou eens kijken wat een rotzooi het is. Mm-hmm. Dus dan denk ik, en dat is een vraag waarvan ik denk, daar moeten politici een antwoord op geven. Het enige wat ik hoor is politici die allemaal stukjes opvatting hebben over wat er allemaal aan de hand is en dergelijke. Ik vind het een zak losse knikkers en zo. Ik kan zijn het niet eens, dat is natuurlijk. Bruin brood van bakken. Oké. Je moet blijven proberen. Maar ja, ik vind wel dat wij, ik als sociaaldemocraat, toch dat debat over moet voeren van wat hebben wij eigenlijk fout gedaan. Je kunt toch niet meer voortdurend beweren dat je altijd gelijk hebt als sociaaldemocraten, als er zoveel misgaat, juist op sociaal gebied binnen dat Europa, als de sociaaldemocraten zo vaak de macht hebben gehad. Dan mag je toch wel analyseren een keertje wat er is verkeerd gegaan. Daarvoor zit ik hier. Of daarvoor heb ik op die website, misschien kun je een plaatje laten zien van de website waar Kathleen van Brumpt in vol ornaat aanwezig is. Daarom staat er op die website zo'n serie met gesprekjes. Zie je? Kijk. Oh nee, er is ze niet. Klik maar op rechts daarboven bij series. Kathleen. Nou ja, goed. Ja, laat maar. Misschien kan dat wel niet. Maar de vraag is, goed, waar dus draait Europa om? Een waardegemeenschap is dan een soort filosofische gedachte. Er zit ook passie bij jullie. Alleen nu moet dat eigenlijk concreet worden. Zodat iemand de brood kan pakken. Mag ik? Kijk eens, wij kunnen, denk ik niet, die mensen met wie u fietst, kunnen wij niet zomaar overtuigen met een vaag verhaal over groei en banen. Want iedereen voelt dat die banen niet vanzelf gaan komen, die groei ook niet. Dan moet je iets meer doen. Nou, daar moeten we over nadenken. Top? Nou ja, als Barroso met een soort Marshallplan komt, misschien dat mensen het dan begrijpen. Ja, daar ben ik voor. Maar als we dan zeggen, er moet wat meer budget bij, dan zegt iedereen nee. Ja, ik denk dat wat misschien de sociaaldemocraten of links gewoon te weinig toch heeft gedaan, is duidelijk maken waarom, zeg maar, gelijkheid of sociale rechtvaardigheid, waarom dat zo belangrijk is. En we kunnen niet ontkennen dat in de afgelopen 10, 15 jaar, zeg maar, de liberalen beter in staat zijn geweest, hè, om hun waarden als vrijheid, om maar wat te noemen, om daar meer mensen achter te krijgen dan sociaaldemocraten en links met gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Daar zit voor mij toch een beetje de crux. Mag ik? Ik zal daarmee beginnen en dan over de vraag van visie proberen een antwoord te brengen. Eerst, het is door het werk van Wilkinson en Pickett, voor diegenen onder jullie die het niet kennen, dat zijn twee onderzoekers uit Engeland die eigenlijk hebben kunnen bewijzen dat in elke maatschappij waar er meer inkomsten gelijkheid is, dat de performantie van de maatschappij op alle indicators van welvaart beter scoren. Het is een feit. Bewezen door een analyse van de 15 lidstaten en door een analyse van de statistieken van de 48 continental US-staten. Dat is bewezen. Men probeert dat te ontkennen, maar zo is het. Okay? En het is niet alleen maar criminaliteit. Het is op een 15-tal indicatoren van welvaart in de maatschappij. Okay? Eén. Dus voor ons is dat van absolute belang. Nu, wat is onze visie? Ik zal gewoon hier de visie van de Groenen geven. Wij zitten nu, onze maatschappijen zitten nu op twee tijdbommen. En dat zijn echt tijdbommen. Eén is het feit dat een goed leven alleen maar mogelijk is voor een beperkte aantal onder ons. En de kloof wordt elke dag groter. Niet alleen maar in Europa. In China, in India, in Brazilië. In Brazilië gaat dat een beetje dichter, maar dat is het verhaal. Het is zo. Allee, kijk, Spanje, werkloosheidsgraad van de jongeren, 55% nu.
hoe lang kan een maatschappij ongeweldig blijven als de kloof hoe langer groter wordt? Ik weet het niet. Het kan 2 jaar zijn, het kan 20 jaar zijn, maar we zijn dus... Enfin, geweld komt. Tweede tijdbom. We zijn dus verder gegaan dan wat ons planeet kan ons leveren. Dat is feiten. Dus peak oil is al voorbij, of bijna. Peak copper. Nee, dat is de theorie dat eigenlijk... Nee, het is geen theorie, sorry. Ik ben het beu van mensen die zeggen... Ja, klimaatverandering, dat bestaat niet allemaal. De grafiek... Sorry. Bekijk peak oil, de wat cijfers. Is peak oil? Moet bekijk even uitleggen. De cijfers, sorry. Sorry. Niet iedereen weet wat peak oil is. Dus peak van alle resources gaat in de 21ste eeuw gebeuren. Is op. Olie is op, dat bedoel ik. Niet op. Ik bedoel, de productie gaat naar omlaag. Ja, ja. En het zal hetzelfde zijn van de meeste resources. Nu. Schaliegas. So what? Dat geeft u 30 jaar. Dus dat zijn maar twee tijdbommen. Maar sorry. We kunnen ons niet veroorloven, dat is iets anders, dat is ook een grens van ons planeet. We kunnen ons niet veroorloven van al wat in de grond nog staat te branden. Wij mogen dat niet doen. Period. Like it or not, zo is het. Goed, volgend punt. Dus stel maar. Het neoliberalisme zegt... Ah ja, uiteraard. Er zijn geen grenzen. Zij ontkennen... Ik ben ingenieur, ik ben geen economist. Zij beweren, er zijn geen grenzen. Ik kan ons planeet meten. En dat betekent grenzen. En dus als wij ons ontwikkelingsmodel niet binnen de grenzen van onze planeet terugbrengen, dan, sorry, dit betekent geweld van ons natuur, van ons milieu en geweld van de mensen. Er gaan oorlogen komen. En dus snapt u ons dit? Visie, sorry, ik sta hier... We gaan even weer terug naar de zaal. Als wij willen die twee uitdagingen tegenkomen, Juist. De enige manier om het te doen voor Europeanen is samen. Period. Het is een kwestie van overleven. Goed. Meneer. De vraag die ik eigenlijk aan Han ten Broeke had willen stellen. Namelijk, dat moet u maar mij stellen. Als ik... Of we kunnen misschien alsnog weer bellen. Ik vermaas me. Enerzijds willen de liberalen blijkbaar terug naar de Europese economische ruimte. En alles wat er meer is aan EU, zeg maar, dat weer verlaten. En dat ook samen met de Britse conservatieven. En anderzijds verbaas ik me er dan over dat juist... Vanuit die hoek, blijkbaar, althans moet ik zeggen, uit ondernemershoek, maar dat is dan hun veronderstelde achterban. De vraag is naar regeltjes zo gedetailleerd als: mag een Nederlands bier Bavaria heten naar een deelstaat van Duitsland? Of hoe gedetailleerd moet het zijn over waar de varkens gefokt zijn die verwerkt worden tot Parmaham? Dat soort, in mijn ogen, onbenulligheden. Daar willen blijkbaar liberalen een Europese ambtenarij voor hebben. En in plaats voor de, in mijn ogen, grotere stukken... waarover althans wij sociaaldemocraten en groenen... Ik neem aan dat soort regels deels komt om een gelijk speelveld te maken... voor die vrije markt. En aan de andere kant is het ook het Europarlement dat grenzen stelt en voor de consument opkomt. Ja, maar dat is heel terecht, dat we daar iets aan proberen. Dat we proberen iets aan de tarieven van mobiele telefoontjes te doen. En maar zo. Hoe zit het met die parmaham dan? En dat lukt dan ook wel. Daar ben ik niet van op de hoogte, maar er zal vast wel iets zijn over de kwaliteit van de parmaham en de veiligheid daarvan en zo. Maar dat is regionalisme, toch? Ja, maar dat is allemaal tot je dienst, hè? Ik vind dat meneer wel gelijk heeft. Dat is een van de aspecten die erg wat we doen in Europa ondermijnt. Ik vind dat ook heel enerverend. Moet eerlijk zeggen, ik heb er nogal meegedaan toen ik de eerste keer in het Europees Parlement kwam. 2000, toen wist u nog niet zo goed wat u moest doen. Toen was ik nog wel jong. Hè? Ja. Dan ben ik heel hard ten strijde getrokken tegen de cacao-richtlijn. België is het land van de chocolade. Hè? Of dat denken we toch dat we dat zijn. En toen was Europa bezig met het definiëren van hoeveel chocola moet er eigenlijk in chocolade zitten om het nog chocolade te noemen. En ik hou van chocolade met 70% cacao. En dat ging daar dan... Ja, heel lekker. Dus ik heb daar in de tijd... En dan op mijn paard, het chocolade Belgische paard. Dus ik heb er ook nog wel aan meegewerkt. Als het dan ineens over je eigen regionale producten gaat. En dat doen de mannen van Parma ook. Die willen dan absoluut via Europa hun product beschermd zien. Ik snap wel waarom. Parmaham is Parmaham. Dat is lekker ham.
heet dat niet, maar dat zou wel lekkere ham zijn. Maar ik vind niet dat dat is waar Europa zich eigenlijk mee zou moeten bezighouden. En dat ondermijnt de echte belangrijke dingen waarmee we moeten bezig zijn. Maar dit is wel typisch. Maar een deel daarvan heeft wel te maken met de interne markt en is wel zinvol. Hè. Als je straks in de supermarkt loopt en je pakt een pak cornflakes vast. Wat zit erin? Hè? En deel je whatever. En al wat dat erop staat, of suiker en vet en zo, hebben we wel allemaal geregeld. En dat is wel goed, want dat maakt dat de consument eender waar in Europa datzelfde pak kan vasthouden en dat kan begrijpen. En dat is ook wel goed. Berman? Dat mag ze wel doen, dat moet ze ook wel doen. Maar Kathleen, als je één interne markt hebt, dan is het heel erg leuk als Nederland feta-kaas wil gaan maken. Maar de feta-boeren in Griekenland worden dan heel ongelukkig. Ja, dat je iets van een appellation controlé hebt. Van een stempel waar je zegt van jij mag dat wel feta-kaas noemen, maar jij niet. Maar dat is tegelijk het toonbeeld van voor veel mensen, als ik ook even voor het volk mag spreken. Ja, ze gaan naar Brussel met z'n allen, maar ze zitten er alleen maar voor het nationale belang. Ja, hoezo één Europa? Je hebt witte wijn met belletjes en je hebt champagne. En dat is andere grond. Dat mag dan ook anders heten. Dat heet champagne. Dat moet je beschermen, zo'n naam, vind ik. Dat vind ik echt. Nee, het product niet. Iedereen mag witte wijn met belletjes maken. Spreekt geen rechtgaarde liberaal weer. Als het goed is, verkoopt het zichzelf. Je mag in Zwolle ook witte wijn met belletjes maken. Maar noem het dan niet champagne. Noem je het Zwolse wijn met belletjes. Nee, maar ik vind het ook prima hoor, dat er wel afspraken over worden gemaakt. Over voedselveiligheid en zo. Maar ik vraag ook aan u, van, kunt u zich iets bij voorstellen dat als dat soort dingen heel erg de hoofdtoon voeren. Tuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens trompetterend gehoord van Judith McKees. We gaan draadloos internet in vliegtuigen realiseren. Nou, dat vind ik ontzettend goed. Maar ik denk van, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, als Europa daarover gaat, ga ik even wat anders doen. Hier een vraag. Ja. Maar ik vind ook, er moet een onderzoek komen, vind ik. En dan moet je ook echt een open debat over voeren. Welke bevoegdheden vinden we echt essentieel voor Europa en welke niet langer? Het zou best kunnen dat we dan zeggen, plattelandsontwikkeling kan langzamerhand wel eens gewoon kom terug zo, naar de nationale lidstaten. Maar noem dan eens iets. Nou, plattelandsontwikkeling, dat is nu nog een deel van het landbouwbeleid. Haal dat terug naar de lidstaten, is helemaal niet nodig dat je dat allemaal Europees probeert te definiëren hoe dat moet zijn. Dat van Bremt, ander voorbeeld? Ik denk dat je wat daarmee, moet Europa niet doen? Daarmee kun je de legitimiteit van de Europese Unie aan zich kun je vergroten, omdat je dat ook werkelijk doet waar iedereen achter staat. Ja, duidelijk. Noem. Nee, maar heel even, noem eens een voorbeeld. Wat moet Europa niet doen? Bevoegdheden terug. Ja, nu moet ik echt hard nadenken, eerlijk gezegd. Nou, denk nog even na. Lambert weet het ook niet. Je zou kunnen. Het is wel een probleem, hoor. Ja, nee, maar het grootste deel van het landbouwbeleid kan werken. De vraag is, daar ben ik het wel mee eens. Het is ongelooflijk fout met de manier waarop wij de gelden voor landbouw verdelen. Ja, dat wel. Dat is zo fout en daar worden de mensen ook zot van. Misschien moeten we dat wel anders doen. U praat maar natuurlijk over het landbouwbeleid. Sorry, ik zeg, ik ben voor Europese kwaliteitsstandaarden en regels. Nu, wat ik zou willen zien van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek is eigenlijk dit beperken tot eigenlijk de omvorming van onze landbouw naar iets meer duurzaam. Maar productiesteun, mijn zin is dat onzin. Dat doet het landbouw. Er wordt in het Europarlement ook heel veel over buitenlands beleid gesproken. Dat is een zeer groot gedeelte van ook niet echt over gaat. Hè? Pardon? Nou, buitenlands beleid, de internationale delegaties lopen naar de deur. Die is er niet. We gaan voor een heel stuk wel over buitenlands beleid, namelijk over ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat is toch meer dan 3 miljard per jaar. Ja. Jawel. Goed. En de EU heeft een grote stemming. Nou, ik heb een vraag over dat sociaal Europa. Ik bedoel, iedereen is daar, niemand kan daar tegen zijn. Maar jawel. Mijn idee is wel een beetje, het wordt wel snel een soort van cherrypicking. Want als je, ik vraag me af in zijn algemeenheid hoe houdbaar überhaupt sociaal zekerheidsstelsels zijn, zoals we dat in ieder geval in Nederland kennen. Maar dat is een andere discussie. Maar als je dingen zoals minimumloon, et cetera, Europees wil regelen, dan loop je wel het risico dat andere lidstaten gaan zeggen, ja, maar dan alles. En ik mag toch hopen dat bijvoorbeeld Nederland een goed gevulde pensioenpot niet op een hoop gaat gooien met Italië, dat helemaal niks heeft gespaard. Want dat is natuurlijk het andere. Dus je kunt niet verwachten dat bepaalde lidstaten tegemoet komen aan ons, zeg maar. Want dat is in ons voordeel en ook vast van de burgers. Maar tenzij je zegt dat het een ontwikkelingsproject is. Ja, maar ik denk dat je kunt het. In mijn ogen is het onhaalbaar om maar één groot stelsel van te maken. Want dan krijg je dus die nivellering. En kun je zeggen van dat wel en dat niet. Maar wat de laatste betreft, niemand pleit voor één Europees pensioenstelsel. Nee. Integendeel, daar gaat het niet om. Maar wat je wel wil, is als je één interne markt hebt en allerlei bedrijfjes concurreren met elkaar, laat dat dan niet zijn op veiligheid op het werk.
Dat je daar je kosten bespaart door de zaken zo onveilig mogelijk te maken. Dat je daarmee de concurrentie wint. Je wil niet dat er een rat race to the bottom komt. Juist op veiligheid op het werk, op arbeidsvoorwaarden, op veiligheid van het product zelf. En daar heb je gemeenschappelijke regels voor nodig. Als je dan een pleidooi hebt voor een sociaal Europa, dan heb je daarover. Bied werknemers dezelfde bescherming overal. Jawel, maar zodat er is ook een pleidooi voor minimumloon. Maar zodat ze niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Het betekent gelijke regels. Dus minimumstandaarden, daar moet het mee beginnen. En dan eventueel de basisbouwstenen van onze systemen. Maar ze zijn zo verschillend van elkaar, dat er van al die verschillende systemen één maken, is onzin. Maar gelijke standaarden, absoluut, om te beginnen. En ook om de mensen te laten bewegen van één land naar een ander. Voilà, pensioensgewijs, gezondheidszorg, ja, moet je ook... Als je wilt dat, zoals in Amerika, de mensen... Arbeidsmobiliteit. Gemakkelijke manier van Griekenland naar Duitsland of van Spanje naar Zweden zich bewegen, dan, ja, het taalprobleem is één probleem, maar sociale zekerheid speelt een zeer grote rol in zaken mobiliteit. We hebben nog 10 minuten, gaan we even snel wat dingen doen. Ik heb een vraag wat voor mij een grote barrière is, waarom ik moeite heb met dingen op sociaal vlak in Europa regelen, is dat het democratisch tekort wat je in Europa hebt. Ja. En dat zie je ook in zo'n iets terug als interne markt. Grote economische belangen weten hun weg wel in Europa te vinden via lobby. En daarom zijn allerlei dingen als Parmaham wel in Europa geregeld. Mm. En burgers weten hun weg niet te vinden in Europa, omdat er een enorm democratisch tekort is. En ik zou niet willen dat allerlei bevoegdheden daar gaan leggen waar wij als burgers er nooit meer bij kunnen komen. Maar heel even, want de democratisch tekort, u veronderstelt dat het er is. Dat is er. Ja, want lijkt dat uit? Ten eerste heeft het Europees Parlement weinig macht. Daarnaast is er weinig Europese discussie. Is er geen discours op Europees niveau. Zijn er geen belangen tussen landen verenigd. Arbeiders in Nederland verenigen zich niet met arbeiders in Duitsland. Geen gedeelde belangen. Er zijn allerlei redenen waarom er een heel groot democratisch tekort in Europa is. Ja. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, moet ik zeggen. Maar dat is wel een veelgehoorde... Dus wat dat betreft, wat mij betreft, volledig terecht dat je zo huiverig bent om allerlei dingen bij Europa neer te leggen. Maar je hebt helemaal gelijk met het principe. Hè. Je kan maar effectief bevoegdheden geven aan een bepaald niveau als dat ook democratisch is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ben het niet helemaal eens met het feit dat de laatste jaren, de laatste 10, 20 jaar, al niet ontzettend vooruit gegaan is. Want je zegt dat het Europees Parlement heeft bijna niks te zeggen. Dat is echt niet waar, hoor. Het Europees Parlement behoort samen met het Amerikaanse congres tot het machtigste parlement ter wereld. Wij stemmen niet op alles. Hè. Op fiscaliteit hebben we niks te zeggen. Hè. Maar op leefmilieu, op landbouw, op eender welk akkoord dat commissaris De Gucht, dat is de commissaris voor internationale handel, precies, die gaat in heel de wereld akkoorden sluiten, vrijhandelsakkoorden, die moet elke keer aan het parlement komen vragen of het goed is. We hebben al meerdere keren gezegd, ga maar terug opnieuw naar huis. Hè. Dus we hebben steeds meer te zeggen. Maar... Waar situeert zich, vind ik, vandaag de dag het grootste probleem, en er zijn nog redelijk veel problemen die we moeten oplossen op het vlak van democratie, het grootste probleem vind ik vandaag de commissie. Ook al is dat vaak de behoeder van het Europese belang, hè. Die commissie is helemaal niet democratisch samengesteld. Alleen de lidstaten hebben daar wat commissarissen gezet. En nu zijn er commissarissen, een Fin bij wijze van spreken, die bij ons komt zeggen hoe maar ons sociaal zekerheidssysteem moet functioneren. Hebben veel mensen ook wel het idee dat de NC ligt bij de Raad van Regeringsleiders. Ja, en daar kan de meneer niet bij. Maar dat is, vind ik, geen probleem. Dat is een soort van tweekamerstelsel waar het Europese parlement en de Raad op heel veel wetgeving evenveel te zeggen hebben. Maar wie moet hij dan bellen? Hij maakt zich zorgen over dat minimumloon. Dan wil hij misschien... Waar moet hij dan heen? Ja, maar ons akkoord. Natuurlijk. Dan moet hij bladeren in het boekje met die 500 leden. Huh? Maar ik vind dat er... De B van Berman. Ja. En van Brent ook. Ja, nee, maar... Wat een bijkomend probleem is en waar we wel aan proberen te werken, er bestaat niet zoiets, of het bestaat wel, maar het functioneert niet zoals het moet, Europese partijen. We hebben dat wel, we hebben de PES, hè, dat is de partij van de Europese Socialisten. En Europese Groene Partij. Maar je kunt niet op een maar Frans eigenlijk, stemmen. Allee, mensen vragen dat mij wel eens. In mijn land, als je in het nationale parlement bent, wij moeten naar onze voorzitter luisteren, hè, van de partij. Hè. Bij jullie is dat dan de fractieleider, hè. Bij ons is dat de voorzitter.
En als de voorzitter zegt zo, dan moeten wij dat doen. Hè? Meestal allee, doen we dat. Je doet dat toch niet? Nee, maar in Europa zouden ze zeggen, ja, wie is uw baas? Daar is dat dan de partijleider van de Europese Socialisten of eventueel onze fractieleider? Dat is niet. Ik doe daar gewoon helemaal mijn goesting. En dat klopt niet. Allee, wel, het doet nou mijn eigen goesting. Nee, maar, ja. Ja? Oh. Maar eigenlijk feitelijk functioneert een democratie maar als je als groep samen voor een bepaald project gaat. En daarin heb jij een punt. Als jij nu een minimumloon wil, ja, naar welke partij moet jij dan gaan? Ik vind het een probleem in democratisch opzicht. Dat er sinds 2008 zeer verregaande nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten in Europa. De begrotingscontrole, bankentoezicht. Er is eindeloos veel extra bevoegdheden neergelegd gezamenlijk. Omdat we het anders niet kunnen ook. Hè? We komen die crisis niet te baas. Dat is waar. Maar er is geen fundamentele democratische discussie geweest over de vraag of we dit wel willen. En ik vind ook dat als je dat nou eens zou neerleggen in een nieuw verdrag op een dag, dan moet je niet uit de weg gaan daar een conventie voor in te stellen met nationale parlementen, Europees parlement, mensen en regeringen. Maak daar maar een groot democratische discussie van. Wat willen we nu eigenlijk van dat Europa op dit gebied? Financieel, economisch gebied. Wat verwachten we daarvan? Maar maak daar dan een open discussie van en dat democratisch ook besloten wordt in elk land. Daar ontkom je denk ik ook niet aan, met Cameron en zijn positie. Ja, het zal wel komen, maar ik ben akkoord dat er een, denk ik, stijgende democratisch deficit is aan Europa. Maar het is niet zozeer door het feit dat de Europarlementsleden niet genoeg op de grond komen. Ik heb dat 5 keer gedaan deze week, ik doe dat altijd. Maar nu moeten de burgers dat ook van hun Europarlementsleden eisen. Maar dat is alleen maar één klein aspect van het probleem. Wij doen hoe langer hoe meer gemeenschappelijk economisch beleid. Hoe wordt dat geregeld? Dat heet de Europese semester. Dat is de eerste half van het jaar. En eigenlijk, hoe langer hoe meer zijn de grote keuzes in zaken economisch en sociaal beleid op een manier gemaakt die eigenlijk door een dialoog tussen de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten. Hoe langer, hoe meer. En hoe gebeurt het? Ja, het is eigenlijk onderhandeling. Dus een lidstaat moet een plan afleggen, dus een National Reform Program of Stability and Convergence Program. En de commissie moet dat eigenlijk goedkeuren en dan komt dat terug naar de Raad en wordt dat goedgekeurd in juni. Nu, waar is de democratische legitimiteit van de afspraken die daar gemaakt worden? Rapporteert de commissie aan het Europees Parlement? Nee. Dus de commissie bepaalt zelf wat de hoofdoriëntaties zijn van haar beleid. Maar in de lidstaten, welke regering krijgt een stemming in zijn parlement over de commitments die genomen worden naar de EU toe? Niet overal, zeker niet overal. Er is een studie geweest in de eerste en tweede semesters. Het is alleen maar in minder dan een derde van de parlementen dat het parlement geraadpleegd was. Geraadpleegd. En nog zonder stemming. Hè? Ja, precies. Daar ligt het deficit. Omdat economisch en sociaal beleid, dat is een zeer groot gedeelte van policymaking. En eigenlijk, als dat niet meer democratisch gelegitimiseerd is, dan zitten wij niet meer in democratie. Vind jij dat je dat probleem van een commissie die zelf bepaalt hoe een land allerlei draconische maatregelen moet gaan uitvoeren, welke dan ook en zo, vind jij dat je dat probleem kan oplossen met meer controle van nationale parlementen? Beide. Je moet de beide hebben. Dus ik denk dat de commitments die door een lidstaat genomen worden, moeten een stemming krijgen in hun eigen parlement. En de grote oriëntaties van de commissie moeten bij ons in het Europees parlement gestemd worden. Ja. Dat is de enige manier om de legitimiteit weer op te bouwen. Ja. We hebben nog twee zaken in elk geval. Ja, mag klappen hoor. Zeker. Goed. Meneer. Het intrigeert me en anders slaap ik vannacht heel erg slecht. Wij hebben mevrouw horen zeggen, als de vader en de moeder werkt, dan is dat heel goed voor de ontwikkeling van het kind. Als de moeder nou alleen thuis is, dus niet werkt, is dat dan slecht voor het kind of minder goed voor het kind? Maar nee. Je moet het weer hebben. Nee, maar wacht, je moet daar geen individuele oordelen. Allee, ik ben socioloog, dus ik lees veel wat sociologen onderzoeken. Dat is vastgesteld, hè? Dus de kansen van een kind worden mede bepaald door de werksituatie, vooral van de moeder, nog meer van de moeder dan van de vader. Maar komt dat niet omdat die gezinnen welvarender zijn?
Dat heeft met welvarendheid te maken, maar ook met het... Het rolmodel die die ouders, en ik zeg nog meer de moeder dan de vader, maar uiteraard beide, voor die kinderen zijn. Dus kinderen die opgroeien in een gezin waar bijvoorbeeld beide ouders werkloos zijn, ja, dat is heel problematisch voor de ontwikkeling van het kind. Maar en het heeft niet alleen met middelen te maken. Slaat u daar beslist ook nog andere sociologen op na, hè? Want dat moet je altijd in de wetenschap wel doen. Ik wil heel kort nog even van jullie... Thijs Berman moet nog even iets beantwoorden over Jeroen Dijsselbloem, de belangrijkste Nederlandse man in Europa, voor heel Europa. Maar van u wil ik heel graag nog even horen, kijk, dit zijn visies, u wilt van alles en met passie. Maar wat is reëel? Hoe denkt u dat de komende 5 jaar Europa zich ontwikkelt? En dan moeten we ook even Cameron en zijn visie laten. Die denkt aan een losser Europa, ook met de relaxedheid die Hand en Broeke hier ten berde bracht telefonisch. Ja, probeer te regelen wat federaal kan. En voor de rest, ja jongens, mislukt het, jammer. Maar gaat niet lopen persen. Hoe ziet u het? Ik heb geen glazen bol. Hè. Veel zal afhangen van de verkiezingen in 2014. Hè. Wie zal die verkiezingen winnen? Zal links daar sterker uitkomen of net niet? Zullen er steeds meer eurosceptische partijen verkozen worden? Dus dat zal heel erg het beleid van de komende jaren bepalen. Als het van mij afhangt, dan komt links versterkt uit die verkiezingen en proberen we toch, wat Philippe daarnet zo goed heeft uitgelegd, die twee heel grote problemen waar we op zitten. Dat is echt, dat is mijn fundamentele overtuiging. Ja. We krijgen het klimaat en het sociale probleem alleen maar samen opgelost. En dat is een heel groot verschil hoe dat links daarover denkt dan hoe rechts erover denkt. Dus veel zal afhangen van 2014. Ja, die tijdbom met name, want dat is natuurlijk wel een interessant punt, dat geweld wat ongetwijfeld ontstaat als hele generaties buitenspel komen te staan. Hoe kan dat bond daaruit? Dus het betekent dat we een koersverandering, een drastisch koersverandering moeten invoeren. En dus de vraag is, ja, kunnen wij de politieke zwaartepunt van Europa doen bewegen? En dus de vraag is, zullen wij, roden en groenen, geloofwaardig genoeg worden om de overtuiging van de mensen bij ons te krijgen, zullen wij ook een zin van verantwoordelijkheid zelf kunnen aantonen en ook bij de mensen scheppen, omdat het begint met verantwoordelijkheid. Ik bedoel, en niet alleen maar verantwoordelijkheid in de leadership, wij moeten eigenlijk het voorbeeld tonen, maar ik bedoel, wij gaan de koersverandering niet in staat zijn te maken indien de grote meerderheid van de maatschappij zich verantwoordelijkheden niet neemt om eigenlijk deel uit te maken van de koerswijziging. Rijken? Nee, iedereen. Iedereen. Maar ik bedoel diegenen die de breedste schouders hebben, moeten meer dragen, maar dat betekent niet dat de anderen niks moeten dragen. Iedereen in de maatschappij, denk ik, moet in staat zijn van een gedeelte van het effort in te leven. Dus de mensen die man spreekt op zijn fiets, die moet ook aangesproken worden van, moet u horen, u bent Europees burger, absoluut. Doe wat. Doe mee, ja, absoluut. Maar dus, zijn wij goed genoeg om die overtuiging te brengen? Daar gaat het komende jaar om. Thijs Berman, u heeft wel wat opgestoken. Ja, wat wil je nou over? Nee, ik zie dat u... Ja, nee, dat komt. Ja, natuurlijk. Wij moeten, zegt u aan het begin, toch meer de boodschap uitstralen en ook de achterliggende filosofie van de Sociaaldemocraten. Wat moet Jeroen Dijsselbloem dan doen? Want die zit weer aan dat 3% pact vast. Ja, wat ik hoop van Jeroen Dijsselbloem is dat hij in staat is om juist als Sociaaldemocraat als Nederland een evenwicht te maken en een pleidooi te houden wat Jean-Claude Juncker veel te weinig heeft gehouden. Een pleidooi samen met Pierre Moscovici, de minister van Financiën in Frankrijk, voor niet alleen gezond overheidsfinanciën, met de normen van 3%, maar toch ook zoeken naar investeringen in werkgelegenheid, zoeken in iets van een toekomst voor de tijdbom, de sociale tijdbom van de enorme jeugdwerkloosheid. Wat hij tot nu toe zegt is, zegt hij het in één zin, hè? Zegt hij, ja, die 3%-norm natuurlijk, er zijn ook andere belangen, maar zolang er maar begrotingsevenwicht wordt bereikt. Hij moet heel voorzichtig opereren.
Hij is en minister van Financiën. En de minister van Financiën moet komt uit een cultuur in de PvdA... Ja. waar men niet anders gewend is dan om inderdaad precies dat te zeggen... en uiteindelijk dus keihard te bezuinigen. Een minister van Financiën moet allereerst zijn mond houden. En als hij, want elke uitspraak is gevaarlijk. Hij moet die werkloosheid zegt, in Spanje aanpakken. Ja, precies. Maar dat is dus zijn taak. Om als voorzitter van die eurogroep begrip te kweken bij de anderen. En de grote meerderheid is conservatief-liberaal. Behalve Pierre Moscovici en nog een paar. Hij moet dus begrip kweken voor de noodzaak om iets te doen aan die sociale tijdbom van de jeugdwerkloosheid. De sociale tijdbom van de werkloosheid die in Europa alleen maar groeiende is. Als je dat niet doet, dan kun je begrotingsnormen vaststellen en proberen te handhaven zoveel als je wilt. Maar je slaat het fundament weg uit die samenwerking zelf. Is Dijsselbloem daar ideologisch toe in staat? Dit is zijn overtuiging. En hij spreekt met Pierre Moscovici precies hierover. Alleen, wat ik uit de profielen lees is dat hij uit het liberale smaldeel van de PvdA komt. Ja, ja. Het is zo... allemaal... Wat doet... Ik kan het nog niet gaan zeggen wat Jeroen Dijsselbloem nu achter de schermen aan het doen is. Het is wel heel duidelijk... Ja, ja. Je hebt die brief kunnen lezen die hij heeft gestuurd aan de collega-ministers van Financiën. Om zijn kandidatuur toe te lichten. Daar stond iets heel opmerkelijks in. Bijna elke bladzij heeft hij het niet alleen over voorzichtigheid en zo en zo en zo. Heeft hij het ook over die noodzaak te investeren in werk. De noodzaak de sociale gevolgen te zien. De dramatische sociale gevolgen te zien van wat er in Zuid-Europa wordt opgelegd. En als je dat evenwicht probeert te bewaren, dat zit in die tekst heel duidelijk vervat. Dan heb je iets van een beleid waarvan je kan denken, nou dat heeft wat meer hoop dan het enkele fixatie, fetischisme van de 3%. En dat is een taak die hij erbij gekregen heeft en waar u hem op afrekent. En hem in zal steunen ook. Steunen? Ja, natuurlijk. Niet afrekenen? Afrekenen. Ja, we willen afrekenbare doelen. De kiezers staan bij de kassa. De kiezers staan bij de kassa. Dames en heren, hartelijk dank. Ook dank aan Thijs Berman, Kathleen van Bremt en Philip Lambers. Dank u. Goedenavond. Ja.